Goedemiddag en van harte welkom bij de veldconferentie De Toekomst van Carbon Farming. Mijn naam is Joris Baken. Ik ben voorzitter van de ZLTO-raad Zeeland en tevens vicevoorzitter van het bestuur van ZLTO. En met trots heet ik u hier in de zaal en ook de mensen die via de livestream kijken van harte welkom bij onze conferentie. Carbon farming, oftewel koolstofboeren. We kennen natuurlijk aardappelboeren, uienboeren, koeienboeren, perenboeren. Maar het is onze droom en wens dat onze leden en boerentuinders in Zeeland en daarbuiten ook koolstofboeren kunnen worden. En daardoor enerzijds een maatschappelijke bijdrage leveren en daarnaast ook een onderdeel van hun verdienmodel organiseren. Wat het project Carbon Farming, het Interreg project Carbon Farming, allemaal behelst, dat gaan we vanmiddag met elkaar bespreken. En dan gaan we leren wat de afgelopen 3 jaar het project heeft opgeleverd aan kennis en ook aan concrete maatregelen. Maar ik wil even terug naar 2018. Het jaar 2018, 3 jaar geleden, een kleine 3 jaar geleden, in september hebben we de aftrap gegeven van het project Carbon Farming. Dat was op het Abdijplein bij het provinciehuis in Middelburg. En dat was een feestelijke bijeenkomst natuurlijk, want we begonnen aan een project waar we trots op waren dat we dan konden beginnen als ZLTO met partners. Maar ik stond daar ook een beetje met pijn in mijn boerenhart. Want ik wist wat er in de zomer van 2018 zich had voltrokken. Het was namelijk een hele warme, hete zomer. En ik wist toen al dat mijn aardappelen maximaal de helft van de opbrengst gingen opbrengen in kilogram. En de uien waarschijnlijk maar 20%. Dus eigenlijk een heel slecht boerenjaar. En ja, we hebben dus 2018 als een leerzaam jaar ervaren. En dan druk ik het positief uit. Het geldt niet alleen voor de boeren, maar dat geldt eigenlijk ook voor de hele regio. Want ik denk dat ook 2018, dat droge jaar, ons geleerd heeft dat we misschien nog eens anders tegen de verzilting van het Volkeraxomeer aan moeten kijken. En dat is dus ook besloten om dat niet te gaan doen. En ik denk ook dat dat droge jaar 2018 ertoe geleid heeft dat ook ons provinciebestuur is gaan kijken naar hoe kunnen we onze provincie nou weerbaarder maken tegen droge, hete zomers. En er is het Deltaplan Zoetwater gekomen. Dus het heeft de start van ons project Carbon Farming in dat jaar had niet beter gekund. Want Carbon Farming is natuurlijk bezig zijn met je bodem, vastleggen van koolstof, daardoor je bodem weerbaarder maken, weerbaarder tegen klimaateffecten en dus zorgen dat je ook in droge jaren of in hele natte jaren je bodem als het ware er beter tegen bestand hebt, meer weerbaar. Maar we combineren er nog iets anders aan en dat is nou juist het mooie van dit project. We combineren daar ook het antwoord op een maatschappelijke behoefte en ook een afspraak die we gemaakt hebben in Parijs, dat we iets gaan doen aan het terugdringen van de CO2. Ik stond op het punt om de combinatie die in carbon farming eigenlijk plaatsvindt, enerzijds het weerbaarder maken van de bodem door vastleggen van CO2... en daardoor ook opslag en de opslag van CO2 die ook verwacht wordt van ons als samenleving om CO2 uit de lucht te nemen en daardoor de klimaateffecten te verminderen, dat eigenlijk hetgeen is dat je heel vaak hoort in beleidstermen. Adaptatie en mitigatie. En vaak is er van het een of het ander sprake. Dus de adaptatie is bijvoorbeeld het weerbaarder maken van je bodem in dit geval. En daardoor eigenlijk je aanpassen aan de verandering van het klimaat. Meer de grilligheid, hetere zomers, nattere winters. En tegelijkertijd ook mitigatie, dus het tegengaan.
Nou, nogmaals, ik zei aan het begin, en daar wil ik ook mee afsluiten, dat wij als ZLTO heel trots zijn dat we dit project hebben kunnen doen met u. Omdat we juist die combinatie leggen. En met als hoger doel natuurlijk dat onze aardappel, uien, koeien, peren, boeren ook een versteviging van hun verdienmodel tot stand kunnen brengen. Via de maatregelen die we hier geleerd hebben. Ik wens iedereen een hele interessante, leerzame, nuttige conferentie toe. En ik zie u aan het eind nog even terug. De technische problematiek. Moeten wij het programma ietsje indikken? Dat wordt een uitdaging, want we hadden al een ontzettend vol en interessant programma. We gaan het toch proberen. Marion, mag ik jou vragen om hier te komen staan, iets uit te leggen over het Carbon Farming project zoals wij dat doen? Ja, dankjewel. Ja, het Carbon Farming project. Carbon Farming. De laatste weken en de laatste maanden horen we volgens mij, tenminste ik in mijn omgeving, ik hoor ontzettend veel over carbon farming. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik hoor daar heel veel van. Sinds Joe Biden en Frans Timmermans carbon farming als een belangrijk onderdeel van hun klimaatstrategie hebben gemaakt, horen wij niks anders. Telefoontjes, et cetera. 6 jaar geleden, toen wij het eerste idee kregen voor dit project, juni 2015, toen was dat heel anders. Toen was carbon farming nog helemaal niet zo bekend. Dus ik wil even teruggaan naar juni 2015. Ik was toen op bezoek bij Bionext. Die hadden toen nog kantoor in Zeist. Een afspraak met Mirjam Verbree, Helene Klinkert. En we hadden het over, wij willen wel een project rond carbon farming gaan doen. Dat idee dat ontstond toen. Want wij willen wel een project doen waarin boeren kunnen laten zien dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Nou, mooi gezegd, juni 2015, mee aan de slag gegaan en eindelijk in 2018 konden we met het project starten. En destijds was Roel Clement, Roel zit hier in de zaal, daar net mooi een beetje achter, een beetje verdekt opgesteld. Nou, Roel was destijds projectleider en die is met het Carbon Farming project gestart. Een project, een internationaal project met 7 partners uit 4 landen. Uit Nederland ZLTO en Bionext, België het innovatiesteunpunt van de Boerenbond en Inagro, in Duitsland het Thune Instituut, DRI-N en in Noorwegen de Noordse landbouwdienst. Dus een hele mooie mix van partners, boerenorganisaties zoals ZLTO, landbouwadviesorganisaties en kennisinstellingen. Nou, daarmee zijn we het project gestart en we hebben het financieel rondgekregen door een bijdrage vanuit het North Sea Region programma, het Interreg-programma, een bijdrage vanuit het ministerie van LNV en van de provincie Zeeland. Nou, en Joris heeft al van alles verteld over carbon farming. Dus daar ga ik nu even niks meer over vertellen. Maar we zijn het project gestart met een enquête. Omdat we beter wilden begrijpen wat boeren belemmert om met carbon farming aan de slag te gaan. Meer dan 500 boeren in de 4 landen hebben meegedaan aan die enquête. En de belangrijkste uitkomsten, de belangrijkste belemmeringen die boeren noemden waren kennis. Hoe doe ik dat? He, wat zijn maatregelen die goed werken? Hoeveel koolstof kan ik daarmee vastleggen? Hoe kan ik dat precies zeg maar, handig integreren in mijn bedrijfsstrategie? Dat waren vragen waar boeren mee zaten. En van de andere kant, een tweede belangrijke belemmering was de onzekerheid rond opbrengsten. Want wat gaat dit doen met mijn opbrengsten? Ik moet nu investeren, ik moet wat dingen anders gaan doen. Maar het verhogen van het organische stofgehalte is een heel langzaam proces van jaren. Dus wanneer zie ik iets terug? Hè? Wanneer verdien ik mijn investeringen terug? Vragen van boeren over kennis en de financiële kant. Nou, daar zijn we in het project mee aan de slag gegaan. En, dus we hebben gefocust op kennis en op het ontwikkelen van een verdienmodel voor koolstofvastlegging. Nou, en het ontwikkelen van een verdienmodel klinkt simpel. We hebben het de laatste jaren heel veel over ecosysteemdiensten en verdienmodellen. Er wordt gezegd, zeg maar in één moeite door, alsof dat zo gemakkelijk is. Maar vind maar partijen die Zeeuwse boeren willen belonen
voor koolstofvastlegging. En ook nog in een tijd dat het gewoon helemaal in de kinderschoenen stond. Nou, dat was echt een behoorlijke klus volgens mij voor Roel. Ik weet niet of je daar wel eens zorgen over hebt gemaakt, maar volgens mij was dat wel een klus. Dus en op enig moment in het project kwam er een artikel, ik heb net nog even gecheckt, in de Kijk. En de Kijk is een wetenschappelijk tijdschrift voor jongeren eigenlijk vooral. Nou, in de Kijk werd Roel geïnterviewd over carbon farming. En dat artikel werd toevallig gelezen door Teus Baars, de directeur van Zeewind. Nou, hoe toevallig kan het zijn? En Teus die zei tegen Marjan zit in de zaal. Marjan, jij weet wat van boeren. Dit is leuk. Hier willen we iets mee. Ga hier eens mee aan de slag. Nou, en zo is dat balletje gaan rollen. En zo hebben we samen met Zeewind en later ook met Deltawind het project Koolstofboeren Windpark Krammer ontwikkeld. En het koolstofboerenproject Windpark Krammer is het eerste grote project in Nederland waarin boeren beloond worden voor koolstofvastlegging. Dus ja, dat was natuurlijk gewoon eigenlijk fantastisch. En maart dit jaar is de keukenfabriek aangehaakt. Bart Meeuwse komt dadelijk ook nog op het podium. Commercieel directeur, maar de keukenfabriek, de producent van Keller en Bruinzeelkeukens in Bergen op Zoom, die wilde ook wat met carbon farming. Nou, daar zijn we mee in contact gekomen. En in afgelopen maart van dit jaar is daar ook een project mee gestart. Dus we hebben nu twee projecten lopen rond koolstofvastlegging in Zeeland, omgeving Zeeland. Nou, die twee projecten die staan dadelijk centraal tijdens het panel, wat zo meteen volgt. En verder ja, hebben we tijdens de uitvoering van het project heel veel geleerd. Aldoende hebben we heel veel geleerd. We hebben heel veel problemen zijn we tegengekomen waar ja, oplossingen voor nodig waren. En al die leerpunten, of tenminste de belangrijkste leerpunten en de belangrijkste aanbevelingen, die hebben we verzameld in een whitepaper. We zijn nu een whitepaper aan het schrijven, oftewel een document met aanbevelingen voor beleidsmakers. En dat gaan we ook overhandigen aan zeg maar de provincie Zeeland, aan de landelijke overheid. En ook op EU-niveau willen we dat whitepaper onder de aandacht brengen. Dat schrijven we met de internationale partners. En het is over 2 weken, 3 weken klaar. Het is nog niet helemaal klaar. Maar de belangrijkste aanbevelingen worden straks door Hendrik Hoeksema overhandigd aan de gedeputeerde Johannes de Bat. En dan in de tweede panel over carbon farming en beleid komen die aanbevelingen ook aan de orde. Nou, en tot slot, we hebben ook een film gemaakt. Of we een film laten maken. En eigenlijk is dat een documentaire over carbon farming en businessmodellen. Met voorbeelden vanuit het eigen carbon farming project. Voorbeelden uit Noorwegen, uit Nederland en uit België. En die documentaire, en ik weet niet, die kan nu getoond worden. We hebben daar een slide van. De première van die documentaire zal op 15 juni zijn. Dat doen we online in de avond. Organiseren we een internationale watchparty met een echte online meet and greet met de regisseur en de hoofdrolspelers in die documentaire. Dus jullie zijn natuurlijk al bij deze al van harte uitgenodigd om te komen kijken. En het wordt verder ook nog wel gecommuniceerd. En wat wij nu gaan doen, we gaan niet de hele documentaire bekijken, maar er is ook een trailer, een teaser gemaakt. En die gaan we nu wel bekijken. Dank je. Farmers experience the impact of climate change on their farms. We have to change our way of farming. They also play a role to combat climate change by locking up CO2 in their soils. This way of carbon farming not only counteracts climate change, it also creates resilience against extreme weather conditions. It increases soil biodiversity and biodiversity above ground. And carbon farming contributes to attractive landscapes that produce healthy and tasty food. It's the best eggs in the world. We love the eggs. Carbon farming requires additional efforts and investments from the farmer. You, with your organization or business, can contribute to the solution. You can lower your CO2 emissions or even become CO2 positive by investing in farmers that implement carbon farming practices. A beautiful partnership and a true win-win situation.
Do you want to become part of the carbon farming movement and discover how you can make a positive impact? Watch the film. Ja, we zijn weer terug. Allemaal thuis en ook hier in de zaal natuurlijk. Ja, denk ik een hartstikke mooie film. Dat smaakt naar meer, hè? Dus gaat dat zien. Inmiddels zijn er een aantal mensen het podium op geslopen, kan ik wel zeggen. We hebben Marjan Branders. Zij is manager van de coöperatie Zeewind. Blij dat je er bent, Marjan, want ik denk, zonder jouw inspanning waren we hier allemaal niet geweest. Ik denk dat het wel terecht is om dat te vermelden. Je kijkt er zelf heel bescheiden mee. Zo kennen we jou inmiddels ook wel een klein beetje, maar ik denk toch terecht compliment aan jou. Zonder jou overigens waren er ook een paar walnootbomen minder in Zeeland, want je hebt er persoonlijk voor gezorgd dat die bij de deelnemers kwamen. Nou, daarnaast Bart Meeuwsen. Bart is commercieel directeur van De Keukengroep. En dan denkt u, ja, De Keukengroep. Ik heb nog nooit van De Keukengroep gehoord. Nou, Bruinzeelkeukens, Kellerkeukens, die kent u wel. Ja, dat is allemaal Keukengroep. Berg op Zoom. Bart komt uit Rilland. Bart is een verwente fietser. Dat doet bij mij altijd goed, natuurlijk. Ja, okay. En een van zijn fietsmaten die is fruitteler, volgens mij. Ja, en ZLTO-lid. Ja, dat heb ik nog gecheckt, dat is ook zo, ja. Ja, toch? Ja, gelukkig maar dan. Ja. En zo ben jij in contact gekomen met dit project, volgens mij, Bart. Klopt dat? Nee, toch andersom, want ZLTO heeft ons bedrijf gevonden. Of we hebben elkaar gevonden, zo kun je het zeggen, denk ik. En dat andere is een toevalligheid, maar... Ja, nou, is wel leuk. Hartstikke goed. Naast jou staat Kees. Kees de Jager, toch? En jij bent akkerbouwer in Rilland. Klopt. Weer Rilland. En je doet ook mee aan de pilot van de Keukengroep. Klopt, ja. Ja, toeval bestaat niet, denk ik. Maar daar gaan we zo over hebben. Ja. Kees. Hè? En aan de andere kant staat André. André is ook akkerbouwer. Maar dan op een andere plek in Nieuwerkerk. Schouwen-Duiveland. En jij doet mee aan het project van Windpark Krammer. Ja, klopt helemaal. Ja, klopt helemaal. Hè? Nou, dan heb ik nog één iemand voor te stellen. Dat is Luc van Wezel. Luc is projectexpert bij ZLTO. Hij reist stad en land af, nou, toch voornamelijk nu in Zeeland, hè, dat mogen we wel zeggen, omdat we daar hier nu zijn, om al die boeren te begeleiden bij koolstofvastlegging. Dus ik denk een interessant gezelschap. Het is voor mij een beetje laveren tussen het een en het ander en de camera's natuurlijk. Hè. Maar ik wil jullie toch wat vragen stellen. En dan begin ik even bij Marjan, hè, want ja, ik zei al, zonder jou was het waarschijnlijk nooit gelukt. Hè. Kun je eens vertellen, hoe zijn jullie tot dit project gekomen eigenlijk? Hoe is dat bij elkaar gekomen? Wat was voor jullie de motivatie om hier aan mee te doen? Nou ja, wat Marjan net al vertelde, een beetje toch getriggerd door dat artikel in Kijk van Roel. Ik kende Roel daarvoor ook al, ik weet niet meer waarvan, maar er is. Dus we hebben gebeld, maar we hadden eigenlijk een luxe probleem bij Zeewind. Dat we Windpark Krammer ontwikkelen. Er komt geld uit en dat gaat naar de omgeving. We hebben op Sint Maartensdijk hebben we mensen zonnepanelen cadeau gedaan. Maar eigenlijk hadden we nog geld over. Dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is altijd goed nieuws, hè? Ja, ja. Maar wij zijn een coöperatie, dus we willen dat geld gewoon teruggeven. Ik weet niet of jullie, ik ga ervan uit dat jullie allemaal Windpark Krammer kennen. En ik heb zelf het idee, de ene dag vind ik schitterend. En de volgende dag denk ik van, wat lelijk. Wat staat dat hier lelijk. Wat een impact in het landschap. Een woud van turbines gewoon. En we hebben het nodig. We willen met z'n allen verduurzamen, dus we moeten hiermee door. Maar er zijn dus heel veel mensen die in die straal rond Windpark Krammer wonen en werken. Vooral boeren werken daar. Die daar gewoon elke dag mee te maken hebben. En ik kan me voorstellen dat die boeren precies hetzelfde in zitten. Van de ene dag prachtig en de volgende dag denk je van wat een vieze dingen. Ik wil dat helemaal niet. Maar toen zei je van nou, we hebben nog wat geld over. Ook structureel geld. Wat kunnen we daar nou mee doen? Om ja, de buren toch ja, wat te compenseren voor de aanslag in de omgeving die we maken. En hoe kunnen we dat ook goed besteden? Toch op een duurzame manier. En toen kwam inderdaad dat carbon farming op, het koolstofboeren. En zei van, nou zou dat niet een manier zijn om de buren, de boeren,
een duwtje in de rug te kunnen geven. En dan lees je dat artikel in Kijken, dan zie je dat langskomen. Dan krijg je, nou ja, heb ik nu begrepen, een beetje de opdracht. Ga eens onderzoeken. Nou, dan bel je Roel, denk ik, of ja. Hoe gaat dat dan? Hè? Ja. Nou, dan is er op een gegeven moment een project zoekt boeren, zeg maar. Hè? Ja, hoe kom je dan bij die boeren? Want dan ga ik even naar André toe. Ja, André zit bij mij in de klas vroeger, dus ja, dat was... die kon er niet onderuit. Die link is dan ook weer al snel gelegd. Dus, nee, hoe kom je bij de boeren? Hoe kom je erbij? Ja, ik zag het ook langskomen via de ZLTO en ik dacht, ja, dat is wat voor mij. Met veldleeuw heb ik meegedaan. Dat ging heel veel over de bodem. Wat kunnen we daar zo mee en hoe kunnen we die verbeteren? En dat ging stoppen en toen kwam dit eigenlijk een vervolg op. Alleen, hier zo gaan we dan over koolstofboeren praten. Maar eigenlijk met koolstofboeren gaan we proberen daar zo in de bodem dat vast te leggen. Nou, was het voor jou meteen, laten we zeggen, kende jij de term? Was het voor jou meteen logisch dat je zegt, ja, dat is iets voor mij en mijn bedrijf? Ja, ik was er op zich met die bodem was ik wel bezig. En hier zo, dan is het wel een nieuwe term, koolstofboeren. Maar anders was de biodiversiteit in de bodem en noem maar op. Maar in feite is het natuurlijk, als je goed gaat kijken, is het allemaal een beetje hetzelfde. Alleen, het ontbrak aan kennis. En ik was bij veldleeuwerik, had ik al veel kennis opgedaan, maar ik wilde daar eigenlijk verder mee. Dus, en dan was dit een logische keuze om daar zo mee verder te gaan. Oké. Dus, en die kennis zat denk ik niet zozeer bij Zeewind, maar die moest je dan ergens anders vandaan halen. Toen kwam ZLTO denk ik om de hoek kijken. ZLTO, en daar zat veel kennis, zit veel kennis, maar we moeten nog veel meer kennis hebben. En dat is het mooie nu van een pilot. We zijn ook met van allerlei dingen zijn we bezig met onderzoek. Ik zie er hier nog in de zaal zitten, die zijn er ook mee bezig. Maar wat voor invloed heeft het en wat voor impact heeft het als je organische stof naar boven haalt op de hoeveelheid vocht die je vasthoudt? Oké, nou, dus jullie komen bij elkaar. Er wordt neem ik aan een plan gemaakt. Ja. En zo ben je aan de slag gegaan. Hoe lang ben jij nu al aan het koolstofboeren? In feite al heel lang, maar officieel? Via dit in 2020 zijn we begonnen. Oké, in 2020. Vorig jaar. Dus, en de eerste resultaten, kun je er iets over zeggen? Nou, dat werd zojuist ook al gezegd, organische stof naar boven, maar daar praten we in feite over. Vroeger heb ik geleerd, samen met Marianne op school, doe je mensenleven over om er een procent bij te krijgen. Dus dat is niet in tijd van een jaar dat we dat gelijk kunnen meten. Al zijn we wel druk bezig om dat te meten. En ook ieder jaar dat te volgen, wat voor effect heeft een tarweteelt, kunnen we daar wat aan zien. Wat voor effect heeft een niet-kerende grondbewerking. Kunnen we dan zien dat het organische stofgehalte naar boven gaat. Dus dat wordt nu in de pilot goed gemonitord. Oké. Nou, André, je hebt iets verteld over hoe jullie zijn begonnen. Ik ga even naar de andere kant, want dan kom ik bij Kees terecht. Kees, jij doet mee met de andere pilot, met de keukengroep, hè? Klopt, ja. Wat André hier vertelt, hè? Klinkt dat jou bekend in de oren? Waar stonden jullie toen dit begon, zeg maar? Wij zijn afgelopen winter zijn we in aanraking gekomen met het project dan. Door ZLTO. Met ZLTO en wat ons eigenlijk ook vooral aansprak, dat kwam bij de DKG-roep wel heel erg naar voren dat het lokaal wilde doen. Ja. Het is heel makkelijk om ergens in het buitenland je CO2-probleem af te kopen, maar voor de consument is het veel mooier om het in de buurt te zien. Mm-hmm. En omdat ik mezelf er vreselijk aan kan ergeren dat er in de winkel bijvoorbeeld peren liggen terwijl uit het buitenland, terwijl het er nog een overschot is op momenten met Nederlandse peren. Laat mij raden, jij teelt ook peren? Ja, draai ik hem andersom. Moeten wij, als er een vraag komt vanuit een groep, een CO2-producent, om het dan zomaar te zeggen, moeten wij ook, vind ik, faciliteren, zodat ook de consument kan zien dat wij ons best doen om het lokaal probleem op te lossen. Ja. Hey, en kun je nou, in dat whitepaper staan ook allerlei maatregelen. Ik heb daar met Luca Marion ook vaak over. Hè. Er zijn een aantal maatregelen die je kan nemen. Kun je eens vertellen, welke maatregelen heb jij nou op je bedrijf extra genomen door dit project, zal ik maar zeggen, die je daarvoor eigenlijk niet in je arsenaal had? Ja, eigenlijk is het een beetje hetzelfde als mijn collega. We doen het al jaren, maar door het project ga je wel bewustere keuzes maken en proberen er meer uit te gaan halen. Kun je één voorbeeldje noemen, één specifiek voorbeeld? Onderzaai van graszaad in vlas, zodat we bijvoorbeeld minder grondbewerking hebben, minimaliseren. Dus
één grondbewerking doe je dan eigenlijk voor 2 jaar. Groenbemesters de winter overladen staan zodat de grond een jaar groen is. Ja, ja. Oké, okay, ja, dat zijn heel concreet voorbeelden. Kees, dankjewel. Ga ik even naar Bart. Bart, keukengroep, keukens, boeren. Ja, ik voel hem niet helemaal. Leg dat eens even uit. Nou ja, kijk, het is zo dat wij sinds 4 jaar CO2-neutraal produceren. En wij kunnen niet zelf helemaal dat CO2-probleem tackelen. Onze machines, we hebben sinds kort ook ontzettend veel. We hadden al zonnepanelen op het dak, maar we hebben er nu 8000. En toen zei ik tegen een collega van me die daar verstand van heeft, zeg maar. Ik zei, maar nu voldoen we toch langzamerhand wel aan onze eigen behoeften. Nou, dat viel nog vies tegen. Dus blijkbaar verbruiken wij, ja, er staan allerlei machinestraten, toch behoorlijk veel energie. Dat hebben we altijd gecompenseerd door bijvoorbeeld in India een project te ondersteunen van de Climate Neutral Group. Kibale Park in Oeganda worden bomen geplant om dat te compenseren. Maar ja, het spreekt ons wel aan dat we gewoon lokaal boeren, samen met boeren dit probleem kunnen oplossen. Dat spreekt meer tot de verbeelding, voor mij persoonlijk ook trouwens, dan bomen in een park in Oeganda. Als je bij wijze van spreken uit het werk op de racefiets, stel ik me dan zo voor, naar huis fietsen, dat je door de landerijen fiets waar je ook je koolstof vastlegt. Nou ja, volgens mij liggen boeren ook best een beetje onder druk af en toe als ik de krant lees. En dan denk ik, ja, als je dan weet, ja, dat is dan wel een gevolg van het kennis hebben met iemand die fruitteler is. Nou, dan denk ik, als je het dan samen met lokale ondernemers, in dit geval boeren, kunt oplossen, vinden we dat we dat zeker een kans moeten geven. Dat een kans geven, dat is wel, dat is wel centraal bij ons. Want uiteindelijk is het nu veel duurder. De manier van compenseren is wel duurder dan die we gewend zijn. Maar dat kwam net ook al even terug, volgens mij, bij de buurman. En Marjon zei het ook al, als je niet begint met iets, en daar geloven wij wel echt in, als je niet begint met iets, dan kun je ook nooit iets leren. En wij geloven er echt enorm in om te experimenteren, daardoor te leren. Ja, het is natuurlijk wel de bedoeling, tenminste dat hopen wij heel erg, dat het uiteindelijk ertoe leidt dat het voor ons goedkoper wordt, zodat we bijvoorbeeld meer kunnen participeren. Juist. Alleen als je niet begint, dan gaat het ook nooit die koers nemen. Klopt. Nou zijn jullie wel een bedrijf wat al vrij flinke duurzaamheidsdoelstellingen heeft. Ja. Je vertelde net iets over die zonnepanelen op het dak, hè? Ja, dus we proberen zo'n beetje alles op te pakken wat voorbij komt. En dan is natuurlijk zonne-energie is belangrijk. Maar onze wagenpark, volgens mij zijn we bijna zover dat we allemaal elektrisch rijden. En dan bedoel ik ook helemaal elektrisch. En dat is ook zoiets, daar moet je wel gewoon ja tegen zeggen. En is dat nou, ben ik gewoon nieuwsgierig, is dat nou meer vanuit intrinsieke motivatie? Joh, dat willen wij gewoon als bedrijf, punt. Of zeg je ook van ja, dat willen we als bedrijf, inderdaad. Maar we zien daar ook een toevoegde waarde naar de markt toe. Hè? We willen dat ook als soort van propositie naar onze klanten uiteindelijk toe brengen. Ja, dat wil je niet horen, maar het is toch echt allebei. Uiteindelijk is het zo, natuurlijk kijken wij naar de maatschappij en de maatschappij vraagt dit van ons. Ja, dat is 1. Ja. Maar ik denk dat het vooral heel erg heeft geholpen een paar jaar geleden. Toen deden wij af en toe iets aan duurzaamheid, zeg maar. Dus MVO was af en toe belangrijk, zeg maar, voor ons. Mm-hmm. Toen heeft onze toenmalige directeur gezegd, ja, wat doen we daar nou eigenlijk mee? En vanaf dat moment is het gewoon echt een strategisch punt geworden. En vanaf dat moment zijn we dat op dezelfde manier gaan benaderen als doelstellingen zoals omzet en winst enzovoorts. Ja, en dan gaat het ineens hard, want dan krijgt iemand gewoon een KPI mee en aan de slag ermee. Ja, helder. En dan gaat het toch heel hard. Mooi verhaal. Goed verhaal ook, denk ik. Ik ga even naar Luc, want die denkt van, sta ik hier wortel te schieten? Nee, dat is niet zo. Althans, veel wortels is wel weer goed voor de koolstofvastlegging. Die hebben we wel eens verteld. Maar Luc, hoe zit dat nou? Dus hoe gaan wij daar als ZLTO naar in het werk? Hè? Er zijn blijkbaar vragende partijen. Hè? Hier staan er een aantal, er zijn ook. Er is ook aanbod, maar het is nog niet zo eenvoudig om die bij elkaar te krijgen. Kun je iets vertellen over jouw ervaringen daaromtrend? Ja, het is inderdaad belangrijk om vraag en aanbod naar elkaar te brengen. En wij hebben ons heel erg gericht op wat is er eigenlijk voor vraag? Wat vinden ze nou belangrijk? Een aantal dingen die al naar voren kwamen, lokaal bijvoorbeeld. En dat hebben we heel bewust gedaan in Windpark Ram. Maar dan moest het heel lokaal, zo lief mogelijk, zo dicht mogelijk bij dat windpark. En dat is een belangrijke leermoment voor ons, omdat dat ook in het vervolg ook belangrijk bleek, bijvoorbeeld bij een keukenfabriek, die vond ook dat het lokaal aspect heel belangrijk was. En als je dan weet wat een partij als Zeeuwind en de keukenfabriek wil, dan is het ook zaak om te kijken van ja, kunnen we dat ook matchen met
met boeren uit de omgeving. Dus we hebben ook op het moment dat er inderdaad serieus animo was om niet meer aan de slag te gaan, vervolgens ook gekeken binnen onze lokale afdeling, de lokale boeren van oké, welke boeren willen hiermee aan de slag? En stel jij voor, je begint aan een nieuw project en je komt bij zo'n boer, hè, voor het eerste keer. Hè. Wat zijn nou de drie dingen die jij wil weten, hè, om voor jou te kunnen beoordelen, daar zit muziek in of er zit geen muziek in? Zeg maar zeggen, om mee te doen aan zo'n project. Wat voor soort boerbedrijf moet je hebben eigenlijk? Ik denk dat je een bedrijf moet hebben die al doelstellingen hebben op het gebied van CO2. Dus je moet al weten van wat stoot ik uit en ook al bekend zijn met compensatie, dus al weten wat er voor mogelijkheden liggen in de markt. Ik denk ook dat je bedrijf moet hebben die een lokale binding hebben. Dus een bedrijf die lokaal ook bijvoorbeeld heel erg bezig is met zijn werknemers of ook lokaal zijn producten bijvoorbeeld afzet. En ze moeten ook een gevoel hebben bij een agrarisch project. Dus het moet ook wel matchen. Het moet ook wel passen bij elkaar. Hè, Oké. Dat is vanuit de vraagkant, denk ik, gesproken. En vanuit de aanbodkant, vanuit de boer. Is het voor iedere boer weggelegd, dit? Kan iedereen meedoen? Nou, we doen wel open oproep. Dus iedere boer die denkt van ik wil hier aan meedoen, die kan ook zich aanmelden. En dan tijdens gesprekken dan informeren we vooral in het begin de boer. Wat houdt dit nou precies in? Welke maatregelen? Leggen nou koolstof vast en wat moet je daar zoal voor doen? En vervolgens, ja, tot nu toe hadden we altijd minder plekken beschikbaar dan dat er boeren zich aanmelden. Moesten we dus ook gaan selecteren op van welke boer past nou het beste bij dit project. En dan heb je ook, dan kijk je ook naar, is een boer bijvoorbeeld in staat om dadelijk koolstof vast te leggen? Past dat binnen zijn bedrijfsstrategie en binnen zijn visie? En inmiddels is de belangstelling heel groot. Hè? Ik mocht zelf nog bij een webinar zei van Luc en Marjon, was alweer een tijdje geleden. Was verkiezingsavond, dat weet ik nog. Verkiezingsavond en toch 40 deelnemers, afdelingsvoorzitter, die zeiden, wij willen dit ook in de afdeling. Dus dat is wel ontzettend mooi. Ga ik toch even naar de vraagkant, hè? Want kijk, boeren willen wel, hè? Maar willen die ondernemers ook? Marjan en de keukengroep, hoe zien jullie dat? Is dit voor de happy few? Zie je veel meer interesse? Nou, volgens mij heb ik net al een kleine aanzet gegeven. Kijk, voor ons is het natuurlijk belangrijk dat we hopen echt dat we met z'n allen leren van dit experiment. En naarmate het dan natuurlijk voor ons effectiever wordt, oftewel dat we meer CO2 gecompenseerd krijgen voor zeg maar hetzelfde bedrag, dan zal dat zeker helpen. Dus daar is onze hoop wel op gevestigd, want we zijn natuurlijk een commercieel bedrijf. En het feit dat we meedoen aan dit experiment geeft ook al aan dat we best bereid zijn om om het op wat langere termijn te bekijken. Maar ik hoop wel van ganser harte dat we met z'n allen leren. En ik ben er ook eigenlijk wel van overtuigd. Want je leert altijd als je met dit soort dingen begint. En ik heb helemaal geen verstand van grond en niet-kerende gewassen en dat soort zaken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je met zoiets aan de gang gaat, dat je ervan leert. We hebben dat op een ander project namelijk ook mogen ervaren. Het is inmiddels namelijk zo dat als wij keukens vervangen, dat we ze ook mee terug kunnen nemen. Dus de oude keukens. Ja, en ik kan je verzekeren dat zeg maar, het pad dat wij voor onszelf bedacht hadden, voordat we eraan begonnen, dat blijkt absoluut niet het pad te zijn wat we nu aflopen als we die activiteit ontplooien. Maar dat komt omdat je veel leert en omdat je er onderweg achter komt dat je andere wegen moet inslaan dan dat je van tevoren hebt bedacht. En ik gun dat ons tweeën, zeg maar, als aanbod- en vraagkant, gun ik dat ons wel. Dat we dat we dingen ontdekken en dat we er wijzer van worden. Marjan, aanvulling erop? Luc en ik dromen wel eens verder. Hè? Dan zeg ik, wat zouden we die CO2-bank op kunnen richten? En dat kunnen we als coöperatie misschien ook iets in betekenen. Want wij hebben natuurlijk alles al gecompenseerd. Maar ik zie wel toekomst voor CO2-boeren in Zeeland en in Nederland. En daar kan Zeewind denk ik wel een rol blijven spelen. Maar je kan natuurlijk jaren hebben. Jullie kunnen echt een opdracht hebben. Je kan jaren hebben dat er te weinig vastgelegd wordt. Hebben wij iets over dan? Ik zie dat helemaal. Ik zie het wel voor me, die droom, zeg maar. Ja, jouw kennende gaat dat ook wel. Ja, dat gaat wel lukken. Creativiteit genoeg. Ja. Dus
Ik denk dat dat belangrijk is. En waar moet ik nog naar kijken? Misschien ga ik nu iets weggeven wat nog helemaal niet weg is. Maar we zijn ook kijken over nog een fietsroute langs de boeren van windpark Krammer kunnen maken. Waardoor we iets kunnen uitleggen over windpark Krammer. Iets uitleggen kunnen over de boeren. En ja, ik weet niet hoe jullie erin zitten, maar ik heb een heel oude vader. En als ik zo zeg, ze ploegen niet meer, dan valt hij denk ik van zijn stoel. Want dat kan niet. Dus ik denk ook dat we best wel iets uit te leggen hebben aan de Zeeuwse oude boeren. Van als die rondje fietsen, waarom er niet meer geploegd wordt. Nou hebben we twee jonge Zeeuwse blakende boeren. Maar ik vind wel, als je van ZLTO bent, moet je de boer altijd het laatste woord geven. Hè? Ja, ja. Dus dat wil ik in deze paneldiscussie ook doen. Hè? En we zitten een beetje richting het eind van dit panelgesprek. Het gaat over die model. Dus eerst vragen jullie eens, nou en, levert het wat op? Het levert wat op, maar het brengt ook risico met zich mee. Ja. En dat is zeker tijdens het leerproject, want zo zie ik het nog steeds. Ik probeer niet meer te ploegen en dan gelijk in één werkgang zaaien. Ik ben er inmiddels ook achter. Als ik ploeg en ik doe wintertarven zaaien, dan lukt dat meestal wel. Als ik ploegloos met de bouwvoorlichter doorheen ga en dan zo zaai, dan mislukt het ook wel eens een enkele keer. En daar heb je die vergoeding ook gewoon voor nodig. Ja, je doet ook investeringen en ook in een nieuwe manier van werken altijd risico met zich mee. Ja. Ja. Maar ik ben op zich wel blij dat mijn buurman er ook zo in staat. We proberen het dichtbij. En dan kunnen we met z'n allen kunnen er misschien wat moois van maken. Prachtig, prachtig. Kees, hoe is dat voor jou? Ja, de verdiensten zijn niet groot. De kosten kunnen groot zijn als het door bepaalde maatregelen een teelt mislukt of deels mislukt. Ja. Maar langs de andere kant is het heel belangrijk dat je een hoop kennis opdoet om naar de toekomst toe wel te weten waar je mee bezig bent en waar we naartoe zouden kunnen gaan. Ja. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat het geen verplichting wordt. Maar de boeren die het willen faciliteren, om daar wel echt als ZLTO ook goed een plan te maken en dan naar de toekomst toe, dat je heel veel kennis in die groep brengt. Ja. En daardoor ook echt een meerwaarde kunt bieden. Zeker, ja. En, ja. Ja, dan gaan we straks naar beleid. Hè? Dus jullie zijn de mensen die het moeten doen. Hè? Jullie hebben er dagelijks mee te maken. Hè? Nee, wij moeten het niet doen, wij willen het doen. Ja, je wil het doen, zeker. Maar als er resultaten komen, dan komt dat door jullie inspanningen. Zo bedoel ik het eigenlijk. Hè? Heb je nou ook nog een advies aan beleidsmakers? Hè, daar gaat het straks over, hè? Heb je nou advies aan beleidsmakers dat je zegt, kijk, dit is een goede ontwikkeling. En om dat nou eens te faciliteren of mede mogelijk te maken, dan zijn er toch een paar dingen waar je rekening mee moet houden of die je ons zou kunnen betekenen. Nou, in ieder geval ga ervan uit dat er de landbouw de kennis heeft van grond. En niet de beleidsmakers altijd van achter het bureau. Dus ga in gesprek met. En hetzelfde geldt eigenlijk zoals voor de industrie. Die hebben ook hun ideeën en zet die in een kamertje en laat die er proberen uit te komen. En ga niet van hoger uitzeggen van en zo gaan we doen. Laat de ondernemers de keuzes maken, zeg je eigenlijk. De keuze en ook hun kennis naar voren brengen. Yes. En inbrengen. Mooi. Ees, heb jij nou iets toe te voegen? Ja, het mestbeleid natuurlijk, dat is ook een hot item. En indirect heeft dat ook te maken met organische stof. Met oogsten van gewassen gaat er eigenlijk heel veel organische stof van de grond af naar de consument. En in het huidige mestbeleid is het eigenlijk bijna niet mogelijk om dan die organische stof die je afvoert, om die dan weer in organische mest terug op het land te brengen. Wat om de balans eigenlijk goed te houden en zeker om koolstof vast te leggen, moet de balans positief zijn. Juist, ja, ja. En ik denk dat dat ook wel een opdracht is voor Nederland en Europees. Oké, nou netjes. Dankjewel. Ik wil jullie eigenlijk allemaal bedanken. En ik denk dat er wel een applausje op zijn plaats is. En dan gaan we een snelle wisseltruc doen. Dus dan wil ik jullie vragen weer naar plaats gaan. Dan gaan wij iets ingewikkelds doen. We gaan de boel schoonmaken en zo. En terwijl we dat doen zijn, dan hebben we een pauzefilmpje.
Dus daar kunnen we nu naar gaan kijken. En dan gaan we zo weer door met het programma. Een paar minuten. Mijn naam is Ilke Boot, bedrijfsleider hier op de proefboerderij Rusthoeven. We staan hier vandaag op een van onze percelen, waarin we bezig zijn met het demoveld niet-kerende grondbewerking, wat aangelegd is in het kader van het project Slimlandgebruik. Hier hebben we begin september verschillende groenbemesters gezaaid en die zijn de winter overgegaan en die zijn we dan nu fijn aan het maken en een zaaibed aan het maken, zodat we hier morgen suikerbiet kunnen zaaien. We hebben op deze demo verschillende groenbemesters ingezaaid in stroken om te zien wat de effecten zijn. Een bladramanas, een gele mosterd, een strook waarin we niks gezaaid hebben, dus die kaal de winter ingegaan is. Twee mengsels van allerlei verschillende varianten en Japanse haver. En binnen die stroken hebben we de helft groen gelaten en de andere helft hebben we in het vroege voorjaar glyfosaat meegegeven. We hebben op deze demo zijn we nu verschillende grondbewerkingen aan het doen. We zijn begonnen met een strook vanochtend met de ecoploeg, waarin geprobeerd is om zo ondiep mogelijk te ploegen. We hebben geprobeerd om maximaal 10 centimeter diep te ploegen, dus dan is het echt het pellen van het bovenste laagje. Daarna zijn we met een biofrees aan de gang gegaan, waarin we het hele bovenlaagje proberen kapot te frezen. Vervolgens een stuk waarin we het met de rotorkopeg klaarleggen. En als laatste hebben we een stuk, dat is ook een soort van biofrees, zijn we bezig met de geohobel. Waarin met messen de volledige breedte afgesneden wordt en waarin we heel ondiep kunnen werken. Een centimeter of tussen de 2 en de 5 centimeter, waarin het bovenlaagje volledig afgesneden wordt en vermengd wordt met de teeltaarde, zodat er een fatsoenlijk zaaibed ontstaat. Bij niet-kerende grondbewerking zijn natuurlijk gewasresten kunnen een uitdaging zijn om die goed onder te werken en toch een goed zaaibed te hebben. Dat is hier ook een uitdaging. We hebben afgelopen winter een mooie periode met vorst gehad, waarin je duidelijk kon zien de verschillen tussen de verschillende groenbemesters. Een bladramanas die in het voorjaar toch weer terug uitloopt, terwijl een gele mosterd volledig door de vorst doodgegaan is en makkelijker nu verwerkbaar is om een goed zaaibed te krijgen. Wat je ook ziet in de strook die helemaal kaal gebleven is, waarin we niks gezaaid hebben, dat onkruid het overneemt. Het was kale grond, maar nu is het allemaal straatgras met de bijbehorende problemen. Dus iets zaaien is altijd beter als een strook kaal laten. Ja, we hebben in deze demo ervoor gekozen om een deel te behandelen met glyfosaat en een deel ook niet. Dit omdat glyfosaat natuurlijk best ter discussie staat en we willen leren als je het niet gebruikt wat je dan toch kan. Je ziet duidelijk dat je met een traditionele rotorkopeg de groenbemesters en het vuil, het onkruid, niet helemaal losrijdt. Dus dat is best een probleem, die groeien natuurlijk dan door. De geohobel en de biofrees die hebben daar duidelijk toch een voorsprong op, omdat die het volledige breedte afsnijden. En wij hopen daardoor een beter resultaat mee te gaan bereiken. Dat gaan we natuurlijk de komende weken zien als de bieten opkomen en ook het onkruid behandeld gaat worden. De verschillende machines zorgen natuurlijk ook gelijk voor een zaaibedbereiding. Daar zien we ook duidelijke verschillen in. Met de ecoploeg heb je natuurlijk veel meer losse grond waarin je makkelijker zal kunnen zaaien ten opzichte van de biofrees en de rotorkopeg. Maar met goed zaaiapparatuur denk ik dat we hier morgen prima in de vaste, koele grond bieten kunnen zaaien. En met de oplopende temperaturen dat daar in no time mooie bieten zullen groeien. Groeien, dat kan u straks vanaf 4 uur. Mijn naam is Carola Colombijn en ik werk bij ZLTO. Slimlandgebruik, dat is een programma, of een onderzoeksprogramma, wat wordt uitgevoerd samen met Louis Bolk Instituut en Wageningen UR. Er wordt onderzocht wat de landbouwbijdrage is voor de klimaatopgave waar we met z'n allen voor staan. En dan wordt gekeken naar het verminderen van de emissies en voor het vastleggen van koolstof in de bodem. En vooral wat voor praktijkmaatregelen dat je op het bedrijf zou kunnen uitvoeren. Als ZLTO begeleiden we de deelnemende akkerbouwers, we hebben contact met hun en we begeleiden de groepen. Een ander project waarbij ZLTO betrokken is Carbon Farming. Het is een project waarin wordt uitgezocht wat boeren kunnen bieden aan organisaties en de maatschappij op het gebied van koolstofopslag. Maar vooral natuurlijk welk verdienmodel daarbij komt kijken.
Koolstofopslag in de bodem vraagt namelijk de nodige praktijkaanpassingen in de bedrijfsvoering. En de grote vraag is natuurlijk, lonen deze maatregelen eigenlijk wel en wat is het verdienmodel? Met projectpartners wordt gezocht naar samenwerking tussen boeren, bedrijven en overheidsinstanties met als doel deze organisaties klimaatneutraal te maken. Zo zijn we als ZLTO elke dag weer bezig om te zorgen voor voordeel voor de boer en op het erf. Ja, welkom terug. Nou, voor mij was het ook een nieuw filmpje. Dat was hier in de zaal wel duidelijk. Ik was al mijn insluit begonnen, maar dat was een beetje vroeg. Inmiddels is een ander illustre gezelschap aangeschoven waarmee we gaan praten over zeg maar, de beleidskant van carbon farming. Want naast de praktische kant en de experimenten op het land en hoeveel kosten kun je er eigenlijk vastleggen, wat gebeurt er dan en wat bedoelt ermee bedrijfsvoering, ja, zit er ook een hele beleidsmatige kant aan. Het is voor iedereen pionieren, ook voor de beleidsmakers. En daar gaan we iets over vertellen met elkaar. Dat doe ik eerst even successievelijk voordat we het paneldebat ingaan. En ik zou eigenlijk eerst Hendrik Hoeksema willen vragen het woord te nemen, want hij heeft iets aan te bieden aan zijn buurman Johannes de Bat. Ja, Johannes, ik heb hier een aantal aanbevelingen liggen. Het zijn er 7 stuks, voor elke dag eentje. En niet alleen voor jou, maar eigenlijk voor alle beleidsmakers in Nederland. En eigenlijk ook een beetje voor onszelf als ZLTO. En misschien denk ik voor ons allemaal. En ik hoorde Mariette Hamer aan het einde van vorige week dus een beetje de balans opmaken van nou, welke 3 onderwerpen vind ik nou belangrijk voor het nieuwe kabinet. En zij noemde duurzaamheid, digitalisering en inclusiviteit. En toen dacht ik, toen ik haar zo hoorde, dacht ik, ja, weet je, wat is er dan mooier om meteen bij haar voor het voetlicht te brengen dat wij een geweldig traject zijn gestart, hè, dat heet carbon farming, koolstofboeren, die al die 3 onderwerpen in ieder geval in zich heeft. Dus carbon farming is ontzettend veelbelovend en ik hoop dat het kabinet daar in ieder geval iets mee gaat doen. Maar we hebben ook wel gehoord in de zaal en uit de enquêtes dat er nog wel iets moet gebeuren om het ook echt tot een succes te kunnen maken. Vandaar die 7 aanbevelingen en ik loop ze in sneltreinvaart even door. En gewoon even op hoofdlijnen. Wat altijd goed is om de week te beginnen. Ik weet niet hoe dat met u zit, hè, want dan zit je nog vol met energie, daar heb je er zin in. En dat is ook volgens mij wat carbon farming moet zijn. Dat is volgens mij ook gewoon de eerste aanbeveling. Het is gewoon leuk. En we moeten het ook leuk maken. Dus wat we ook doen en wat we ook bedenken op het gebied van regelgeving, op het gebied van financiering, laten we de focus houden op de motivatie. Want als er één ding bleek, net ook in het vorige panel, het gaat om de motivatie. Het gaat om het motiveren van de kennis en het vakmanschap en dat ontsluiten. Dus dat is een van de eerste dingen. Gewoon dat het leuk moet zijn. Focus op die motivatie. Maak motiverende regels, als het al moet. Maar maak het ook niet iets wat alleen van de overheid is. Af en toe hoor ik dat een beetje, GLB en dat soort zaken. Maar maak het niet alleen iets van de overheid. Maak het inclusief. Dat is die andere suggestie van Hamer ook. Maak het inclusief, want dat hebben we gezien met mooie voorbeelden van de keukenfabriek en van Krammer. Dat het niet alleen iets is omdat het moet van die samenleving, omdat het moet van de politiek, maar omdat die boer daar zelf zich intrinsiek mee verbonden voelt. Maar ook omdat je wat teruggeeft aan die samenleving. Dat is het mooie succesvolle van onder andere de keukenfabriek en Krammer. Dat ook die omgeving en die samenleving iets ziet. Dat was de tweede. De derde is kennis. Dat hebben we ook vanmiddag weer gehoord. Hè. Kennis is een ontzettend belangrijke zaak. Dus steun onderzoek. Want carbon farming is best ingewikkeld. Er komen allerlei zaken bij kijken waar we misschien in het gesprek zometeen nog op neer kunnen komen. Maar steun onderzoek, steun de kennisinstellingen, maar vertaal het ook naar die boerenpraktijk. Luister naar wat die boeren en tuinders op het veld allemaal meemaken en denken van ja, dit is niet goed, maar vertaal dat. En ook maak reële vergoedingen. Maak het mogelijk dat het stapelt. Dat je niet zegt van nou, weet je, laten we het even vervangen door het GLB. Maar maak het ook mogelijk voor boeren en tuinders om te kunnen stapelen. En zorg ook voor een resultaatgerichte beloning. En laat boeren daar ook zelf in kiezen. Want koolstofvastlegging, dat is iets wat lang duurt. Dus je moet ook niet regelingen maken die voor een hele korte periode. En dan ben ik er bijna hoor, Edwin. Nog 2 aanbevelingen. De laatste is data. De ene laatste is data.
Want we hebben ontzettend veel data als boeren en tuinders. En data is ontzettend nodig. Aan de ene kant voor de modellering en ook voor de monitoring. Want je moet natuurlijk ook bewijzen als boer en tuiner dat wat je belooft, dat je dat ook waarmaakt. Want dat vraagt ook de keukenfabriek en dat wil Windpark Krammer ook wegen. Maar misschien ook de politiek. Dus we gaan heel veel data vastleggen als boeren en tuiner. Zorg er dan ook voor dat die data in ieder geval in eigen hand van die boer en tuiner blijft. Want er zijn ook heel veel andere partijen geïnteresseerd in die data van die boer. En laat die data ook helpend zijn, zeg maar. Dus als je dan ook wil monitoren en je wil die boer controleren, zorg er dan ook voor dat dat zo simpel mogelijk gaat. En daar kan digitalisering een stukje bij helpen. Dat was het laatste pijler van Hamer. En dan tot slot. Ik hoorde de eurocommissaris iets zeggen over de kansen voor Nederland. Carbon farming is niet alleen CO2 uit de lucht halen. Als we ons daarop focussen, vind ik dat jammer. Carbon farming is ook bodemvruchtbaarheid. Het gaat over water conserveren. Het gaat over weerbaarheid van de bodem, maar ook van de plant. Maar uiteindelijk gaat carbon farming ook gewoon over een duurzame voedselproductie. Een van de pleidooien om dus van niet alleen een klimaatdiscussie van te maken. Nou, dat hebben we allemaal, Johannes, in een mooi overzichtelijke carbon farming in een week gefabriceerd. Zodat er elke dag één is. Niet dat je nou allemaal op zaterdag en zondag ook weer, maar goed. 7 dagen in de week in ieder geval bij stilstaan is in ieder geval heel fijn. Die wou ik aan jou overhandigen als een van de mensen die invloed heeft op beleid en regels. Alsjeblieft. Dankjewel. Even voor de foto, hè? Ja. Maar we doen dit nog een keer buiten ook straks, hè? Zo is dat. Dit doen we ook nog een keer in het veld. Buiten. Dat is ook nou leuk. Ja, straks. Kunnen we ook. Ja, Anton komt altijd overal tussendoor, dus ik... Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Van de week heb ik, toen de aankondiging voor vandaag kwam, heb ik de foto van 2-3 jaar geleden nog een keer op Twitter gezet. Van ja, dit was toen. En toen was er een gezelschap vanuit meerdere landen van Europa op het provinciehuis te gast. En dat was de aftrap van het project. En op dat moment kreeg ik eigenlijk, natuurlijk altijd ook wel positieve reacties, maar twee een beetje lachende en bijna uitlachreacties. De eerste was omdat we hadden bedacht dat we met een meter in die grond zouden gaan. Nou, ik weet niet welk soort meter het was, maar in ieder geval geen koolstofmeter. En nou ja, de echte kenner ziet dat natuurlijk direct. En ja, dan blijkt ook maar weer, als je iets faked, dan word je betrapt en dan klopt het niet. Dus daar werden we een beetje om uitgelachen. Van ja, wat zijn jullie nou aan het doen met die foto? Alles voor de foto. En de tweede was dat ik toch ook nog wel reacties kreeg van ja, wat is dit voor stom project? Denk je nou echt dat je met dit project gaat bijdragen aan het oplossen van de CO2-problematiek? Ja, dat wisten we toen nog niet, want het was het begin van het onderzoek en je moet inderdaad gaan ontdekken of het gaat bijdragen en op welke manier. Maar de enige reactie die je dan kunt geven is ja, als je nooit wat gaat onderzoeken, weet je ook nooit waar de oplossingen liggen. En dat denk ik ook dat de kracht is geweest van de start van dit project, heel breed in het veld uit gaan zoeken welke mogelijkheden zijn er, welke kansen zijn er. Nu zijn het 7 aanbevelingen en we zijn er nog niet, hè, want het project loopt nog eventjes en daarna zul je ook door moeten. En ik hoorde net al een van de panelleden zeggen, ja, dit is niet omdat we het moeten doen, maar dit is omdat we het willen en waarschijnlijk ook wel kunnen doen. En als je met die motivatie aan de slag gaat om daadwerkelijk ook de uitwerking van deze 7 aanbevelingen aan de slag te gaan, ja, dan gaat het uiteindelijk ook echt bijdragen aan datgene wat we willen, namelijk een volhoudbare landbouw. En starten is 1, volhouden is 2 en dan inderdaad het vergroten en zorgen dat er een goed verdienmodel aan vast komt te zitten, dat het stapelt inderdaad, dat het ook iets is wat gewoon breed gedragen wordt. Ja, dat is de vervolgopdracht die je met elkaar aan moet. Het valt me wel tegen dat jullie nog niet bij Hamer zijn uitgenodigd, want tegenwoordig mag heel de wereld zijn boodschappen daar brengen, maar blijkbaar jullie nog niet. Laten we dan zorgen dat wij dit gewoon ook, laten we dit ook op een goede manier daar neer gaan leggen. Want het lijkt soms wel alsof het alleen maar gaat over wat er allemaal niet mag. Dit gaat over wat er allemaal wel kan. En op die focus denk ik dat we ons moeten richten en zorgen dat we die koolstof inderdaad gaan vastleggen, gaan benutten, een stap verder gaan brengen en daarmee die volhoudbare landbouw dichterbij brengen. Dus ik complimenteer jullie met dit project. Goed gedaan, denk ik. Een Interreg-project en nou ja, als ik het goed begrepen heb, was dit een van de laatste Interreg-projecten. Want volgens mij gaat het hele programma verdwijnen. Dus het is ook iets waar we best nog wel een beetje trots op kunnen zijn dat dit met een heleboel personen is gedaan. Dus complimenten en oppakken maar.
Fantastisch, dankjewel. Ik hoor een cue dat ik weer iets mag gaan zeggen. Dankjewel, Johannes. Ik had helemaal in de romstijd vergeten jullie keurig te introduceren. U had ze natuurlijk herkend. Wie kent ze niet? Hendrik Hoeksema, bestuurder van de ZLTO. Met in zijn portefeuille een aantal zaken, waaronder klimaat, energie en dus ook carbon farming. En Johannes de Bat, gedeputeerde hier in Zeeland. Gereputeerde de gedeputeerde, zeggen we dan. Hè? Ja, ja. We hebben nog twee mensen hier aan de tafels. En dadelijk belt er ook nog iemand in. Ik ga ze nu wel even keurig introduceren. Ik begin eventjes bij Pieter van Geel. En ik stel hem dadelijk ook wat vragen. Pieter was natuurlijk staatssecretaris in de kabinet de Balkenende. Dat is toch wel weer heel lang geleden, hè? Maar ik denk dat de meeste mensen thuis er nog wel van herkennen natuurlijk. Daarna fractievoorzitter Tweede Kamer CDA. Ook fervent wielrenner. Klopt, hè? Ja, dat heb je bij mij een streepje voor. Dat had ik al eerder verteld. En op dit moment ook voorzitter van de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik. Nou, dat lijkt mij een goed cv om eens even flink visie te hebben op klimaatdoelstellingen en de bijdrage van carbon farming. Daar gaat eigenlijk mijn eerste vraag over. Kunt u nog eens kort ons meenemen in welke doelstellingen zijn er nou precies voor die landbouw? En hoe staat het daar mee? Zijn we een beetje goed op weg met z'n allen? Nou, de start is gemaakt. Het is zo dat de doelstellingen die geformuleerd zijn, die zijn in het vorige kabinet geformuleerd voor de landbouw. En er is nog een aparte categorie voor landgebruik. Daar valt onder ook de opbrengsten van carbon farming in. Elk jaar wordt dat keurig geëvalueerd en wat je ziet is dat de start is gemaakt in een hele organisatiestructuur natuurlijk die erbij hoort. Er hoort een monitoring bij. Maar door de karakter van het proces in de volle breedte valt het niet mee, zeg ik in alle eerlijkheid, om al op korte termijn veel resultaten te boeken. Als je kijkt even heel snel tussen de verschillende sectoren, dan is dus de glastuinbouw erg belangrijk, maar die heeft erg veel te lijden in de warmtekrachtkoppelingen en de gasprijzen en een aantal problemen rondom de warmtenetten en zo. Dus dat is best nog wel een lastig punt. En de veehouderij, de hele discussie rondom stikstof en alles wat daarmee samenhangt, helpt ook niet, in eerlijk gezegd. Misschien wel straks in het maatregelenpakket, maar in de manier waarop je dat pakt. Dus we hebben de start gemaakt, en op dit terrein ook, maar hier doet zich precies voor wat straks ook al gezegd is. Opslag van koolstof via zorgen dat het niet de lucht in gaat, want in veenweidegebieden is vooral het belang dat we het veen behouden en niet verbranden. Dus daar is niet de vraag, kunnen we toevoegen, maar de vraag is daar, hoe kunnen we vermijden? Het aanleg van bossen is natuurlijk belangrijk, omdat we daar ook in Nederland afgesproken hebben vanuit de bossenstrategie dat er heel veel provincies ook actief zijn om bossen aan te leggen, ook belangrijk. En die bodems, dat is inderdaad een kwestie van tientallen jaren. En daarvoor ontbreekt nog veel kennis, er moet een start gemaakt worden. Dus als nu de rekenmeesters van de planbureaus zeggen, kunt u even aangeven wat er morgen, overmorgen en dan aan opbrengst is, is dat best lastig. En daar pleit ik ook steeds voor. Ik zeg, ga dat nou niet, deze aanpak vergelijken met of je wel of niet een kolencentrale sluit. Die kun je sluiten, daar heb je een paar eigenaren mee, die moet je uitkopen, klaar. Maar dit is een proces waar je in de hart van de bedrijfsvoering van mensen raakt. Wat ze zelf moeten, zoals u dat noemde, vanuit een intrinsieke motivatie, het woord is van u, om op die manier bezig te zijn. En dat leent zich niet door een millimeter per jaar te beoordelen van nu bent u zover of zover. Daar speelt vertrouwen een hele belangrijke rol. Ja, ik werd net ook gecorrigeerd. Het is niet moeten, maar willen. Dus dat vind ik eigenlijk al heel goed. Zeker in het kader van intrinsieke motivatie. Maar tegen mensen die zeggen, ja, de doelstellingen rondom CO2 zijn weer aangescherpt naar 55% reductie 2030. We moeten naar klimaatneutraal 2050, meen ik. Gaat dat überhaupt wel lukken? En dan is dat carbon farming toch veel te langzaam, veel te weinig. Moeten we niet aan beginnen? Wat zegt u dan? Nee, dat kan. Er is iets interessants, misschien interessants, op dat punt. Kijk, een van de problemen in de agrarische sector is dat wij dat bedrijven opereren vanuit, dat klinkt een beetje stom, maar vanuit het bedrijf denken. Gewoon, ik doe wat en ik doe van alles en ik wil wat doen voor die samenleving. Maar de rekenmeesters, die kijken daar op een andere manier naar. En wat nou de kern is van mijn punt is, wat ik ook wil zeggen is, die twee werelden die zijn niet met elkaar te komen. Dat zal ik een mooi voorbeeld noemen. Ik zal heel kort zijn. Je bent een boer. Je hebt je zonnepanelen op het dak liggen.
Je plant bomen, je hebt je huis geïsoleerd, je doet aan carbon farming op dat terrein. Je bent bezig met biomassa of biogas te verbranden. Je produceert biogrondstoffen voor 10 maatregelen. Weet je dat er van al die maatregelen maar 1, die 10 die ik, ja, ik heb ze geloof ik 7 genoemd, maar er zijn er 10 die je noemt, die maar 1 meetelt voor de doelstelling voor de boer op dit moment. Mm. En dat is dan in de veehouderij dan proberen het voedsel of anderszins en de mestverwerking op een efficiënte manier te doen. Precies. De rest telt niet mee. Dus wat je dan ziet is zo'n boer die doet dat allemaal. Die heeft, oh ja, het heeft ook met zijn landbouwwerktuigen, doet hij elektrisch zoveel meer en allerlei andere dingen. Hè? Maar dat telt allemaal niet mee. Want de overheid zegt, ja, dat doet u allemaal wel. Hè? U doet van alles op dat terrein, allemaal heel goed voor klimaat, alle 10. Maar we tellen voor u alleen maar mee de wijze waarop mestverwerking, dat tellen we mee voor uw doelstelling. Zo werkt dat niet. Dus we moeten naar een manier van werken toe, naar een verwaarding, naar een verdienmodel, dat je vanuit de integraliteit van de bedrijfsvoering een boer een opdracht geeft. Joh, wij vragen van jou dit. Dat is voor stikstof, dat is voor ik noem maar wat, fijnstof en voor klimaat. Dat doen we bij elkaar. Dit is uw doelstellingen. Dit zijn de kaders waarin u werken. En is het aan u om dat gewoon op een goede manier te doen en keuzes te maken. Nou, dat... En die methode, daar zullen we naartoe moeten, want op deze wijze loopt dat dood. Nou, integraal, motivatie, intrinsiek en dingen opleveren. Ik denk dat dat een mooie voorzet is voor een klein debat zo direct. Ja, nou even misschien nog 1 opmerking, want ik vergeet de conclusie. Dat heb je ervan als je dat nog eens even vanuit een soort ja, bijna boosheid zegt dat dit met elkaar niet kunnen regelen hè, in dit land. Dat is dat binnen de Europa komen nu in juli de voorstellen voor klimaat. En dat zijn de verdeling van de doelstellingen over Europa. Dat is belangrijk dat ons kabinet in wording, die moet daar ook iets van vinden, of het huidige kabinet, want die taakstellingen die worden verdeeld over de lidstaten volgens een aantal criteria. Een van de voorstellen die er ligt, is om de landbouw als een aparte kolom te beschouwen. Dat is nog de vraag of dat voor Nederland gunstig is of niet, maar er zit wel iets interessants aan. Want op het moment dat de landbouw 1 kolom is, dat betekent dat de opbrengsten voor carbon farming gebruikt kunnen worden voor de exploitatie en je eigen bedrijf, voor de bedrijfsvoering in de landbouw. Met andere woorden, dan zijn de opbrengsten van wat je doet, die zijn ten gunste van jezelf. En dat is wel een interessante. De grote vraag is alleen, als de doelstellingen heel strak worden, dan werkt dat mechanisme niet. Dus dan moeten we maar goed met elkaar bekijken. Nou, dat is nog veel werk te doen en uit te vogelen. Ja. Ja, ja. Ga ik naar Edwin Michiels, naamgenoot, ook van LTO. Dus dat is verwarrend een top. Gelukkig sta ik hier, sta jij daar, Edwin. Dus dat zal voor de mensen wel meevallen, denk ik. Jij bent vanaf maart ben jij onze portefeuillehouder natuur, klimaat en energie. Ja. Nou, dat is me nogal een portefeuille. Ik weet niet of je moet feliciteren of condoleren, want er gaat de komende jaren heel veel tijd van jou in zitten om, laten we zeggen, de positie van de boeren daar goed voor het voetlicht te brengen, denk ik. Mag ik jou ook wat vragen? Hoe kijk jij vanuit LTO? Hoe kijkt LTO überhaupt naar het onderwerp carbon farming in het licht van de bredere verduurzamingsdoelstellingen van de sector? Nou, in het licht van de bredere verduurzamingsdoelstelling kom je natuurlijk hartstikke mooi in de puur van wat je wil bereiken. Want je schakelt op meerdere vlakken. Het werd mooi aangehaald. Je teelt klimaatbestendiger. Je leert beter omgaan met de risico's. Dus je mitigeert ook nog wat risico's op het moment dat je met meer organische stof je water bindt. Het geeft een extra dimensie aan het ondernemerschap op de boerderij. Mitsen we dat, want dat kwam straks al terug in het GLB, op een adequate manier doen. Want als het vanuit dat GLB opgelegd gaat worden, dan is er niemand meer eigenaar van het geheel. Dan vindt de markt zich niet, dan vindt het aanbod en de vraag zich niet. Dus dan grijp je daar als overheid op in. Dus ik vind dat, weet je, verzin daar nou eens een creatieve oplossing voor, dat we daar wel in ondersteund kunnen worden om de brug tussen het rendabel trekken van het carbon farming en de tijd die we daarvoor nodig hebben om die te overbruggen, zonder in te grijpen op die markt van het vastleggen van dat CO2. Ja, en ik kwam natuurlijk net wel in de verleiding om te gaan reageren op Pieter. Ik zit bij hem aan tafel en ik zal het niet helemaal tot daar uitstellen, Pieter. Want ja, als we landbouw als 1 kolom blijven zien, ben ik heel blij. Er is nog een andere kleine minderheidskolom, dat is bos. En als we die erbij gaan doen bij landbouw, dan vrees ik voor een ander soort oplossing in dit druk bezette land van ons. En dan hebben we als landbouw een hele grote uitdaging te gaan.
krijgen we meer Nou, dat bedoelt Pieter helemaal niet, toch? Nee, de uitdaging. Nee, wat ik denk dat je bedoelt is dat de bodem of de oppervlakte aan landbouwgrond vermindert ten gunste van bos. Maar ik ging ervan uit dat besluit al genomen was, in alle eerlijkheid. En dan zeg ik, dan kun je die opbrengsten en koolstofvastlegging in de bodem en in bossen, als je die kunt benutten om uiteindelijk CO2-neutraal in 2050 te zijn, hè, per saldo neutraal. Kijk, het punt is. Dat wij kunnen, ik heb het wel eens gezegd, je hebt nu helemaal geen elektrische koeien. Hè? Dus ook in 2050 zal een koe gewoon methaan en de bodem zal altijd lachgas uitstoten, wat je ook doet. Dus we zullen daar dat moeten we niet tegengaan, we zullen het moeten compenseren. En als je daar aanleg van bossen, carbon farming en tegengaan van verbranding van venen. Als je dat kunt benutten om die ruimte te bieden voor de boeren, is dat best een perspectief. Alleen moet natuurlijk niet aan een zodanig niveau is dat er straks geen landbouw meer is, omdat je alles bewust hebt. Dat is weer een ander verhaal. Dus, ja, en dan hebben we ook geen wind meer en dan kun je niet meer wielrennen. Dus, ja. Nou, via het wielrennen gaan we naar onze laatste gast. Ik weet niet of hij wielrent. Hij is aan de lijn. We hebben Marcel aan de lijn. Marcel Beukenboom met hoe heette die ding ook weer? De goals op de achtergrond. De SDGs, ja. Ja, zie je maar. Hè. Dan kom je ineens niet uit je woorden. Marcel, van harte welkom. Ik kijk jou even zo aan, want dan zie jij mij denk ik ook tegen jou praten. En niet tegen dit scherm hier beneden. Jij bent klimaatgezant. De Nationale Nederlandse Klimaatgezant. Nou, fantastische titel. Wat doe jij eigenlijk? Wat is een klimaatgezant? Ja, goedemiddag. Dat is een hele goede vraag. En je ziet inderdaad duurzame ontwikkelingsdoelen achter mij hangen. Maar hier ook wat foto's van wielrentochten in de Alpen. Dus, kijk! De vraag is positief. Ik hou mij bezig met, professioneel gezien, met die duurzame ontwikkelingsdoelen. En dan met name doel nummer 13. Want zoals je misschien wel herinnert, was in 2015 toen die doelen afgesproken werden, is nog een extra conferentie georganiseerd in Parijs, waar het Parijsakkoord is afgesproken. En ik zeg vaak dat Parijsakkoord is een beetje mijn werkbeschrijving. We zijn nu in een fase gekomen dat dat uitgevoerd moet worden. De zaken die je net citeerde als de 50% emissiereductie in Europa of de 50% de klimaatneutraliteit in 2050, dat zijn doelen die zijn voortgevloeid uit die afspraken van Parijs. En in Parijs hebben we als het ware de hoofdlijnen afgesproken. Waar ik veel mee bezig ben in de praktijk is het uitwerken daarvan. En daar komen we onder andere ook uit bij het onderwerp wat jullie vandaag in de rust hoeven bespreken. Ja, misschien mag ik daar jou nog een vraag over stellen. Je was er 3 jaar geleden, meen ik, ook bij. Bij een eerste bijeenkomst die we hier hadden in de Rusthoeven, ook over carbon farming. Even gewetensvraag. Toen het onderwerp opkwam, was jij meteen een believer? Of was jij meer iemand die zei, nou, dat moeten we nog maar eens zien? Ja, het werd opgezet als een pilot. En daar was ik zeer voor. Je zou bijna kunnen zeggen, had misschien best op een grotere schaal gemogen. Want het idee erachter om de landbouw ook een bijdrage te laten leveren aan de oplossing van het klimaatvraagstuk, die is ontzettend goed. Als ik uitzoom en ik kijk naar de rest van de wereld, wat Pieter van Geel net allemaal vertelde over hoe het Nederlandse landbouw in elkaar zit, met ook een bodem die heel veel nog broeikasgas uitstoot. In de rest van de wereld is het een ander debat en gaat het onder andere ook over de Amazonegebieden, over de permafrost in Rusland, over de grote beboste gebieden in Scandinavië. Dat is een heel ander gesprek, maar waar het in de essentie steeds om gaat, is over dat evenwicht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wereldwijde uitstoot en opname van CO2 in evenwicht met elkaar kunnen komen? En daar hebben we alle elementen bij nodig. En in Nederland betekent dat vaak het landgebruik, waar heel veel boeren en boerenactiviteiten op plaatsvinden, om de simpele reden dat we niet zoveel bos meer hebben. Dus als wij dat evenwicht zelf zullen moeten zoeken, dan moet je dus kijken naar wat op landbouwgebieden kan gebeuren. Dus dat vond ik sowieso vanaf het begin al heel positief. En wat ik ook heel positief eraan vind, en dat woord werd net ook al genoemd, de volhoudbaarheid van het bedrijfsmodel, dat is natuurlijk cruciaal. En niet alleen als je daar vanuit klimaatperspectief naar kijkt, maar in veel bredere zin. Iedereen
wil dat woord duurzaamheid in de meest brede zin vertalen, ook gewoon voor zijn economische activiteit. En als je kijkt wat we vandaag bespreken en hoe we erover spreken, versus als je dat nog kan terugfilmen een aantal jaren terug, hè? Wat zijn nou voor jou de belangrijke stappen voorwaarts die zijn gemaakt? Nou, die belangrijke stappen voorwaarts, eigenlijk zoom ik daar ook een beetje voor uit. Er is enorm veel gebeurd sindsdien. Kijk naar de politieke gesprekken op klimaat in brede zin. Kijk gewoon alleen maar wat er afgelopen week is gebeurd met een rechtszaak tegen Shell, met aandeelhoudersvergaderingen bij Chevron en Exxon die echt een soort groene revolutie inluiden, met een rapport van het Internationaal Energieagentschap dat zegt van voor de weg naar klimaatneutraliteit in 2050 moeten we alle resterende olie- en gasvoorraden die er nog zijn niet meer verder exploreren. Dat is de context waarin we opereren. En wil je daarin mee, en met dat net dat zich als het ware sluit om het oude economische model, dan zul je dus ook moeten nadenken wat dat voor je eigen sector betekent. En die ontwikkelingen zien we breed, die zien we ook in Europa. Ik weet dat jullie nauw betrokken zijn met dit project ook bij de ontwikkeling van een Europese carbon farming strategie. Dat is de richting die we opgaan. En dan is op je handen blijven zitten gewoon geen optie meer. Dan moet je nadenken over hoe je daaraan kunt bijdragen en hoe je daar ook in mee kunt. Want dit wordt echt de toekomst. Ik vind het wel mooi hoe we in één middag toch van het microniveau van het individuele bedrijf, zal ik maar zeggen, de uitdagingen die daar liggen, ja, nu eigenlijk op het wereldtoneel zitten van ja, wat zijn de uitdagingen van het Parijsakkoord en hoe draagt dit bij? Ja, zo'n steentje denk ik dan, hè. Kan nooit het hele bouwwerk zijn. Het zijn allemaal steentjes die we opstapelen. Dankjewel, Marcel. We gaan jou... Nog eentje aan toevoegen. Die zijn net ook door vorige sprekers al een beetje genoemd. Maar Nederland kan hier absoluut een bijdrage aan leveren internationaal. Dat hebben we natuurlijk van oudsher al gedaan, wanneer het om het gemeenschappelijk landbouwbeleid ging in Europa, maar ook bredere zin, de kennis die uit Wageningen komt. De rest van de wereld kijkt ook naar Nederland voor oplossingen. En ik denk dat een zekere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wij hebben de wereld wat te bieden, maar dan wel op een vernieuwende manier die past met die nieuwe doelstellingen en die nieuwe realiteit. En dat, ik denk dat dit project daar absoluut een positieve rol in kan spelen. Ja, dankjewel. We gaan jou betrekken bij het panelgesprek. Ik ga waarschijnlijk een beetje met de rug naar je toe staan, of je zal af en toe mij uit beeld zien zijn, maar dan zie je de andere deelnemers des te beter. Nu hebben we alle aanwezigen in ieder geval even geïntroduceerd en aan het woord gehad natuurlijk. Ik heb een paar beginvragen, maar daarna zou ik heel graag even naar Marjon gaan of de vragen zijn via de chat. En het publiek via Aniek, want die staat daar met de microfoon. Even de beginvraag. Er werd net al even gerefereerd aan, daar kunnen we toch niet aan omheen, zeg maar, die rechtszaak tegen Shell. Tot ieders grote verrassing, zo'n beetje bij de Urgenda-zaak was het eenzelfde soort grote verrassing. Ineens gebeurt er iets, juridisch. Shell wordt gedwongen door de rechter om zijn verduurzaming te versnellen. Wat dat precies betekent en wat dat de implicaties gaat hebben, weten we natuurlijk geen van allen. Maar laten we eens een beetje speculeren, Hendrik. Toen jij dat las en op tv zag, ja, had jij me toen meteen een soort van afsluiting in je hoofd? En je denkt, hey, maar dat is heel relevant voor ons ook, als ZLTO, als boeren in Nederland? Ja, bij mij kwamen er twee dingen op. Hè. Voor ons was het een soort aha-erlevenis. Wij hebben daar ook wel eens last van, hè, als het gaat over boeren en rechtszaken, stikstof enzovoort. Hè. Met tegelijkertijd weet ik dat wij al jaren bezig zijn, hè, en dat laat dit project zien, hè, dat wij ook een onderdeel van die oplossing kunnen zijn. Dus ik dacht meteen van nou Shell, misschien moeten wij zaken gaan doen en kijken hoe we elkaar zouden kunnen helpen. Hè, we hebben twee mooie voorbeelden uit de eerste ronde gehad. En dat is ook die integraliteit, denk ik. En daarom is het niet alleen een discussie van de overheid of van Brussel of van het GLB. Hè. Als die uitspraak iets heeft duidelijk gemaakt, hè, is dat alle partijen in de keten elkaar zouden kunnen helpen. Wij zouden misschien een oplossing kunnen zijn voor in ieder geval voor de kortere en wat middellange termijn, voor dat soort vraagstukken waar Shell mee bezig is. In die zin heb ik ze bij elkaar gelegd. Mm-hmm. Waar het mij uiteindelijk ook om gaat, en dat zei ik aan het slot voor mij, hè, is dat wij staan wel gewoon voor een duurzame voedselproductie. We moeten ons focussen op het klimaatverdrag, we moeten ons focussen op dat CO2-vraagstuk.
Maar laten we alsjeblieft niet uit het oog verliezen waarom onze boeren en tuiners meedoen. Dat is voor die andere punten die ik heb genoemd. Want anders dan zijn we weer met one issue bezig. Terwijl als nou iets een kans biedt, hè, en dus ook dat zo'n rechtszaak van Shell, en als je dat integraal doet met elkaar en elkaar helpt, in zo'n klein land als Nederland, dan pas maak je volgens mij echt stappen. Dan verduurzamen we de sector, omdat je intrinsiek aansluit bij dat vakmanschap van die boer. Maar je lost meteen ook een probleem van, in dit geval bijvoorbeeld Shell, op. En je koppelt hem uiteindelijk ook aan een stukje politieke agenda. Ja, je noemt een paar dingen. Je hebt het over integraal en je hebt het over voedselproductie. En je hebt het over ketenpartijen. Ja. Pieter van Geel zei direct van ja, wacht, het zou toch wel fijn zijn als de pijler landbouw een beetje voor zichzelf zijn klimaatdoelstelling kan halen. Als je samenwerkt met Shell, ja, dan ga je natuurlijk over sectoren heen. Hoe moeten we dat dan zien? Dat is vooral volgens mij een politiek vraag. Is ook hoe je uiteindelijk dat gaat modelleren en aan wie je wat toerekent. Hè? Maar als je het hebt over kringlooplandbouw en wereldwijd, hè, dan moet je ook deze problematiek vanuit de kringloopgedachte benaderen. Hè? Dat heb je nog niet meteen de oplossing. Maar volgens mij moeten we daar uiteindelijk wel naartoe. En dat is volgens mij iets wat volgens mij veel meer aan de orde zou moeten komen, ook in Brussel en aan de klimaattafel. En hoe komt het aan de orde aan de klimaattafel? Welk aspect bedoel je nu precies? Nou ja, het over grenzen van een sector heen kijken naar klimaatdoelstellingen. En bijvoorbeeld, nou ja, het is speculerend, ja. Hè, maar zo'n specifiek voorbeeld van Shell. Dat je zegt, hey, wacht even, maar het zijn andere werelden. Never the twain shall meet. Maar ineens gebeurt er iets en dan zou je toch iets samen zou kunnen doen. Weet ik niet, hè? Maar... Nee, maar het uit elkaar halen van... Kijk, waarom is die... waarom zijn die doelstellingen zo geformuleerd? Is maar goed ook, want anders waren wij er nooit uitgekomen met het klimaatakkoord. Hè? Als jij zou zeggen, jongens, we hebben 55% en zoveel megaton te doen, zoek het maar uit. Nou, dat werkt dus niet. Dus wat de politiek, denk ik, heel terecht gedaan heeft. Die heeft een keuze gemaakt. Jullie doen zoveel, zoveel. Zodat er enige structuur was. En vanuit die structuur, een opgave, kon dus de landbouw in de slag met 3,5 megaton, de industrie met 11 en zo. Als je dat niet gedaan hadden, hadden we nu nog gediscussieerd dat het oneerlijk was dat de landbouw zoveel moest doen en de industrie dit. Nou, dat is maar goed dat het gebeurd is. Maar vervolgens, als je dat uitgewerkt hebt, is het natuurlijk zo dat vanaf vandaag 1 zie je de relaties wel. Want op het moment dat je met warmtenetten bezig bent, dat raakt natuurlijk, je kunt de warmte benutten voor kassen, maar je kunt ze ook voor huizen te verwarmen. Dus dat raakt dan de tafels onderling. Dat geldt voor geothermie precies hetzelfde. Dat kun je gebruiken voor kassen te verwarmen. Je kunt het ook gebruiken voor CO2-opslag. CO2 voor kassen is weer iets wat geproduceerd wordt door de industrie. Dus elektrificatie, dat van alles, dat komt over alle tafels heen. Want elektrificatie is gewoon gebeurt in alle sectoren van de samenleving. Dus begin uit elkaar halen en vervolgens op een verstandige manier nadenken hoe je die verbanden legt. Dan heb ik nog niet eens biogrondstoffen genoemd, wat helemaal dwars door alles heen loopt. Landbouw, bijstook in centrales. Dus dat vind ik heel verstandig. Wat ik straks wilde te zeggen is, dat is allemaal bedacht in structuren. Mm-hmm. Maar het zou ons veel waard moeten zijn met elkaar dat we dat niet de boer, het bedrijf, aandoen om vervolgens op 20 schaakborden te schaken. Maar gewoon zeggen, u als bedrijf heeft deze taakstelling met elkaar. Hebben we dat afgesproken. Het is aan u hoe u dat organiseert en doet. Dat zou de kunst moeten zijn. En het aardige is, we hadden vroeger, in mijn jeugd, hadden we nog bijna het Minas-systeem, hè, of andere dingen. Hè. Toen gingen we met elkaar wel op individueel niveau soms rekenen. Ik denk dat de moderne technologie die het mogelijk maakt, de beschikbaarheid van data en aan verantwoordelijkheid, dat ook dat veel meer mogelijkheden biedt om ook preciezer aan te geven wat de uitstoot per bedrijf is. En dat daar het mestbeleid, stikstofuitstoot, CO2-benutting, dat je dat veel verstandiger met elkaar in samenhang kunt brengen en dat de techniek ons gaat helpen om dat te doen. En dus kan een boer weer keuzes maken. Want een bedrijf leiden is niet optellen van allerlei regels en die uitvoeren. Een bedrijf is keuzes maken in je bedrijfsvoering, zodanig slim dat je ook nog wat verdient. Edwin, vanuit LTO-leden, hoe zouden die het formuleren? Wat vinden ze hiervan? Als ik kijk naar de verzuiling, is dat natuurlijk het lastigste punt. We hebben door onze processen op de boerderij, hebben we die onvermijdelijke CO2-emissies. Carbon farming en andere maatregelen kunnen daar in een reductie heel veel betekenen. Maar als wij niet de andere tafels naar ons toe mogen trekken op het individueel niveau, dus het is stroomproductie op het dak van je eigen erf, het is met methaangas op een of andere manier je trekker laten rijden.
Als wij op die manier niet die balans op ons eigen erf kunnen vinden, dan blijven wij degene zijn die zitten met die onvermijdbare emissies. En dat is waar Pieter op doet. Ja, absoluut. Dat evenwicht, dat kunnen wij gewoon, gezien onze aard van de bedrijfsvoering, het feit dat wij met de natuur werken, kunnen wij niet op nul komen. Dus wij zullen het op andere vlakken moeten doen. Daarmee gezegd hebbende, moeten we natuurlijk die inspanning plegen met z'n allen om zo min mogelijk aan emissies te bereikstellen, zodat die compensatie wat makkelijker komt. Dus we hebben enerzijds de uitdaging nationaal, internationaal en op bedrijfsniveau. Hè, het gaat altijd om evenwichten. Daartussenin zit natuurlijk provinciale niveau. Hè, dus hoe gaan jullie daarmee om, Johannes? Hoe kijkt de provincie Zeeland naar dit vraagstuk? Hoe zijn jullie daarmee bezig? Ja, en dan bedoel je weer even het grote vraagstuk of... Want... Ja, dus ergens moet je dat hele grote vraagstuk moet je vertalen op provinciaal niveau naar beleid. En je hebt met gewoon ondernemingen te maken. Kunnen agrarische ondernemingen zijn in dit geval. Hè? Ja, die zijn natuurlijk het evenwicht aan het zoeken binnen hun eigen bedrijf. Ja, jullie zitten daar net tussenin, dus dat is een schakelpunt. Ja. Dat lijkt me lastig in te regelen. Kun je daar iets over zeggen hoe je dat doet? Ja, daar kun je natuurlijk allemaal mooie beleidsteksten op loslaten. Hè? Want wij kunnen faciliteren, we kunnen projecten ondersteunen, we kunnen van alles doen. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dat we in Nederland, en dan maakt het niet meer uit welke overheidslaag het doet, maar wel met één signaal komen. En dat signaal moet gewoon zijn dat je die individuele ondernemer wilt helpen om met elkaar die gezamenlijke doelstellingen te halen. Dat moet gewoon één op één kloppen. Want als we kunnen wel breed hoog over zaken formuleren, maar het zal voor de individuele boer moeten kloppen en begrijpbaar moeten zijn en opgepakt moeten kunnen worden. En daar moet altijd ook weer dat verdienmodel aan vastzitten. Dus daar zit ook weer die hele keten aan vast. Dat hou je gewoon vol. Maar ik wil ook even terug naar jouw eerste vraag. Hè? Want als zo'n uitspraak dan komt, hè, dan voor je het weet, dan buitelt links en rechts over elkaar heen. Links die vindt het allemaal fantastisch en zie je wel. En rechts zegt, ja, wat is dit nou? En de politiek en de rechter op elkaar stoel. Volgens mij is het goed om op zo'n moment echt even naar reflectie te zoeken. En even ook goed te bedenken wat er gebeurt. En ik was wel heel blij met de reactie in Zeeland. Jullie hebben dat vast ook gelezen in de krant. Dat hier in ieder geval de natuur- en milieuorganisaties zeggen, wij gaan deze route niet op. Wij zullen kiezen voor het gesprek. En ik denk dat er ook mee te maken heeft. Zo'n rechtszaak is natuurlijk ook jaren oud, hè, want dat begint 5 jaar geleden en dat komt nu tot een uitspraak. En ondertussen is er denk ik ook, zijn er al heel veel stappen in dat onderlinge gesprek gezet. Maar volgens mij moeten we het daar toch echt in zoeken. Want er is helemaal niemand die het tegenovergestelde wil. Namelijk dat de uitstoot maar doorgaat en toeneemt. Iedereen wil omlaag met uitstoot. Iedereen wil betere maatregelen. Iedereen wil die SDG-doelen halen. Dat was helemaal het vraagstuk niet. Het gaat erom, hoe maak je het voor iedereen mogelijk? En wij zitten met Yara. En we kunnen heel makkelijk zeggen, we sluiten Yara. Maar wat doet dat voor de landbouw? Wat heeft dat voor effect op de bodem straks? Als je kunstmest niet meer kunt toepassen. Dus je zult naar die hele brede keten moeten kijken, waarin industrie en landbouw echt moeten samenwerken om een oplossing te vinden. Ja, Johannes, jij zegt toch heel duidelijk, we moeten naar het gesprek. Hè? Nou, laten we het gesprek eens aangaan. Misschien zijn er wel mensen in de zaal die zeggen van, hé, maar hier heb ik wel een mening, vraag of opmerking over. Ja, dat is voor het eerst vanmiddag. Daar moet u even over nadenken natuurlijk. Is net zo lekker aan het luisteren. Wie heeft daar een vraag over? Niet allemaal tegelijk. Iemand aanwijzen. Ja. Ja, toch. Net safe bij de bel. Ik wilde al iemand gaan aanwijzen. Mijn naam is Abbas, voor collectieve aandeel West-Brabant. Ik denk dat het belangrijk is, als we toespitsen dan op de landbouw, hè, dat het integraal bij elkaar komt. Er zijn meerdere opgaves voor de landbouw die relevant zijn, waaronder CO2, stikstof, kringlooplandbouw. Als ik dan kijk, dan wordt er bijvoorbeeld zo links en rechts nogal wat zonneparken aangelegd op landbouwgrond. Dan denk ik van ja, dat moet je niet doen. Daar moet je niet de prioriteit leggen, dat moet je elders doen. Want ook voor kringlooplandbouw, bij dezelfde productie, heb je meer grond nodig om dat voor elkaar te krijgen. En dat mis ik zo links en rechts nog een beetje. Die integrale benadering. Ja, precies. Nou, daar hadden we het hier al wel even over. Misschien zou Marcel daar iets over zeggen. Hè? Hoe andere landen daar ook naar kijken, want dit is een, ja, dit is een probleem waar we in Nederland vaak tegenaan lopen. We zijn een klein land, we willen van alles. Ruimte is beperkt en soms botsen dingen ook. Met elkaar. Nou, hoe pak je dat nou aan? Hoe zie je andere landen dat bijvoorbeeld doen?
Ik moet zeggen dat in heel veel landen wordt daarmee geworsteld, hoor. Dus wordt er vaak vanuit één perspectief naar het vraagstuk gekeken. En daarbinnen wordt ook naar een oplossing gezocht. En dat is niet per se altijd degene die volhoudbaar is, om dat woord er maar weer eens bij te halen. Dus ik vind het voorbeeld dat aangedragen wordt, is heel goed. Hè. Welke keuzes moeten we maken in deze transitie? Laat ik een analogie maken met de mobiliteit, waar we bezig zijn het systeem te verduurzamen. Dus heel simpel gezegd, we pakken een benzineauto, die vervangen we door een elektrische auto, en dan denken dat we daarmee klaar zijn. Dat is niet zo, want daarvoor moeten we ook grondstoffen gebruiken, moeten we ook energie gebruiken. Dus een deel van het antwoord zal ook zijn dingen echt anders gaan doen. Inzet op openbaar vervoer, de fiets stimuleren, thuis gaan werken. En dat geldt in zekere zin ook voor het vraagstuk dat we hier hebben. Sommige dingen zullen anders moeten gaan. En dat betekent dus ook dat je andere keuzes zult moeten gaan maken voor je landgebruik. En daar kan best bij horen dat daar zonnepanelen op komen staan of bos. En dat is een vraag die je niet op het bord van de individuele ondernemer kunt leggen. En sterker nog, ik denk dat jullie in Zeeland nog meer vraagstukken hebben die erbij komen kijken voor de lange termijn. Bijvoorbeeld de verzilting van de bodem. Dat vraagt om een lange termijn visie die je echt alleen maar met elkaar kunt ontwikkelen. Is dat een begin van een antwoord? He? Dus het gaat om lange termijn visie en de dingen in onderling verband. In feite zegt u dat zelf ook. Hè? Dat, ja. Andere vragen? Hebben we in de Zeeuwse context eigenlijk al een aantal van dit soort principes in ons omgevingsbeleid vastgelegd. Wij willen gewoon geen zonnepanelen meer op landbouwgrond. Ligt gewoon vast, is ook helemaal niet nodig. We hebben zoveel daken, we moeten het mogelijk maken dat het op daken komt. En daar zie je die verbinding tussen landbouw en de elektriciteitstafel komen. Want als de SDE-plus-subsidies gebruikt kunnen worden om de aansluitingen weg te subsidiëren, die kosten daarvan, dan gaan al die boeren die daken volleggen. Maar dat moet dan wel even mogelijk gemaakt worden. En dan kun je ook op die manier je landbouwgrond gewoon voor je primaire productie beschikbaar houden. Dat geldt hetzelfde voor bossen. Er is een prachtige bossenstrategie in Zeeland. Die hebben we ook met iedereen gemaakt, dus ook met de boeren. Maar daar zit niet in dat we alle hectares vol met bos gaan zetten. Als we al bossen gaan doen, dan doen we dat daar waar boeren het zelf ook nuttig en noodzakelijk vinden. En dat doe je in aaneengesloten gebieden waar de natuur al is. Je gaat niet ons mooie Zeeuwse platteland, wat wijd en open is, plotseling gaan vergelijken met de Veluwe. Heeft ook geen enkel zin. Ligt ook vast. Dus we hebben echt al een aantal van dit soort principiële keuzes gemaakt, waardoor we, denk ik, ook best goed voorgesorteerd zijn voor ondernemers om daar ook op in te spelen. Maar als het gaat over de landelijke regie, hè, want dat was denk ik ook, hè, wat de heer Baks aangaf, hè, van wie voert er nou landelijke regie over dit soort vraagstukken, vanuit die energieagenda bijvoorbeeld. Wie ziet die verbinding en voert daar ook de regie op en krijgt van zo'n nieuw kabinet daar ook de ruimte voor. Hè? Met water hebben we dat gedaan. Hè? Met iemand die daar vanuit de ministeries ook met gezag regie op mag voeren. Nou, is dat een voorbeeld waar je ook ten aanzien van dit soort vraagstukken wat meer regie op gaat voeren? En dat je dan ook in die regio's of in provincies, hè, wie geef je dan op regioniveau die regie? Vroeger had je daar stadhouders voor. Dus, dat even mag zeggen, dat is een goede vraag. Niet dat de anderen niet goed zijn. Dat is altijd zeggen als je een goede vraag hebt. Er was in ieder geval één goede vraag bij. Ja, dat zo bedoel ik het niet. Maar het punt is dat daar ook binnen de landbouwtafel, binnen de tafels, want ik ben ook lid van het clubje van die vijf voorzitters die dus het landelijk beraad vormen voor klimaat. Waar wij ten behoeve van het nieuwe kabinet ook een stuk gemaakt hebben, waarin we niet zozeer de keuzes over die gemaakt gaan worden, dat laten we echt een beetje aan de politiek over op dit moment in dit verhaal. Maar wel over wat dan de governance heet, dus de manier waarop je iets organiseert en aanpakt. En daar hebben wij als standpunt gezegd, één, blijft die maatschappelijke borging, blijft dat belangrijk vinden. Dat hoor ik hier ook wel, want op het moment dat de politiek denkt, Johannes, wij komen beide uit de politiek nest, hè, ik verleden, hij actief. Maar als de politiek in de huidige wind is, de politiek moet het weer gaan bepalen, dan kun je toch niet voorstellen dat de politiek gaat bepalen hoe jullie moeten ploegen. Dat is toch iets wat de mensen zelf moet komen uit hun bedrijf. Of wat je koeien moet voeren of wat dan ook. Dat moet de politiek toch niet doen. Dus met andere woorden, dat is een groot misverstand dat de politiek zich daarmee moet bemoeien. Dus één, zorg en blijf zorgen voor die maatschappelijke verankering. Blijf zorgen voor een decentrale uitvoering. Op het moment dat je dat landelijk denkt te kunnen doen, dan kunnen we wel een aantal landelijke dossiers noemen die zo geweldig goed gelopen hebben. Hè? Dus even dit. En drie, en dan kom ik op dit punt.
Op sommige punten is wel iets meer regie nodig. En wij denken met name als het gaat om de energieinfrastructuur die je legt in dit land. Dat is er eentje, en het raakt dus de hele energieinfrastructuur aan waterstof, aan warmte en aan elektriciteit. Daar moet je echt niet decentraal laten doen door gemeenten. Daar moet je met zelf een landelijk programma voor maken om die goede infrastructuur te hebben. En dan kun je vanuit die backbone van die infrastructuur kun je de plannen aanhaken vanuit de regio's en aanverwanten en keuzes maken. En als de een warmte wil aftakken en de ander dit, oké. Maar je moet iets meer regie hebben op die infrastructuur. Maar dan zou je toch dat is eigenlijk ook, de lijn die wij nu hebben voorgesteld aan... Want ik aan zou dan, heel kort aan, Henrik. Ja, heel kort. Als het gaat over regie op dat proces, hè, als ik dan zie dat, wat is het geloof ik, Shell 2 miljard krijgt voor ondergrondse CO2-opslag. En tegelijkertijd wij met onze glastuinbouw bezig zijn om via warmtenetten ervoor te zorgen dat er überhaupt straks nog CO2 in die kassen kan komen, hè, zullen we maar zeggen. Dus ik vind dat een voorbeeld waarvan je zegt van dat vraagt nou ook landelijk om regie en keuzes maken. En daar zie je toch, denk ik, ja, is dat nou verstandig? Maar goed, dat is even als voorbeeld waarvan ik denk van... Verder nadenken over flankerend beleid mag ook wel. Hè? Ik ben er ook een voorstander van dat we zoveel mogelijk daken volleggen met zonnepanelen. Maar een gevolg zal ongetwijfeld zijn dat de verzekering van die zonnepanelen op dat dak dadelijk niet meer te betalen wordt. Nee. Als we nog twee keer een brand krijgen en dan moet ze ongeveer 5 hectare gereinigd worden. Dus wat dat betreft, ook daar hebben we dan als maatschappij met z'n allen wel een verantwoordelijk te nemen. Want we hebben dat land hebben we hard zat nodig om die CO2 te binden, om veilig voedsel te maken, om die kringlopen rond te zetten. Maar het kan nooit zo zijn dat wij dan degene zijn die volledig voor de kosten van dat stukje op mogen draven als het misgaat. En die verzekeringspremie in de maag gesplitst krijgen omdat iemand heeft verzonnen dat het dak per se vol moet. Edwin, we zijn van carbon farming langzamerhand uitgezoomd naar de totale duurzaamheidsdoelstellingen. Wat er allemaal samenhangt en van landelijk, provinciaal en op het bedrijfsniveau. Ik wil eigenlijk tot slot nog even weer terug naar carbon farming. He, dus wat wordt nou de inzet van LTO? He, daar hebben wij alles over te zeggen. Wat een ander van vindt, daar gaan we mee in gesprek. Maar wat wordt nou de inzet van LTO namens de leden als je kijkt naar carbon farming? Nou, als je kijkt naar carbon farming, volgens mij doen we dat al een aantal jaren, zetten wij de bodem centraal. En als je de bodem centraal zet, dan kun je dus niet gaan telen zonder een gezonde bodem. En die gezonde bodem, die haal je alleen maar door wat aan die organische stof te doen, door wat aan dat vochtbergend vermogen te doen. Als ik kijk naar mijn eigen bouwplan, dan heb ik heel veel rooivruchten in de vorm van bloembollen en suikerbieten. En ik heb daar bewust een olifantengras ingezet. Eén, om die stikstof te binden, die ik vervolgens weer in de grond aanwend om mijn organische stof op peil te brengen. Dus ook daar zullen wij onze leden mee moeten gaan helpen om na te denken over en welke systeemverandering past dan het beste in mijn bedrijfsvoering. En voor de één zal dat zijn, ik ruil wat vaker met grond met iemand die wat extensiever teelt. En voor de ander zal die dat op zijn eigen erf rond kunnen zetten. Voornaamste uitgangspunt blijft eigenlijk met alles. Laat alsjeblieft dat ondernemerschap van die ondernemer centraal staan en hem de keuzes maken of haar de keuzes. Zie je dat wel als een rode draad uit meerdere bijdragen? Het ondernemerschap moet bij de boer, dat moeten keuzes. Ja. Maar we moeten wel naar een beleid, integraal, dat je wel weet waar je op moet koersen met je ondernemerschap. Vat ik het zo goed samen? Ja. Ja? Nou, dan ga ik het daarbij laten, denk ik. Want ik kijk even naar Marion. Marion, zijn er nog interessante vragen over chat binnengekomen? Nou, er is één vraag binnengekomen, eerlijk gezegd niet via de chat, maar gewoon ouderwets via de telefoon. Omdat die boer, dat ZLTO-lid, vandaag niet aanwezig kon zijn. Dus die gaat gewoon bellen, zo werkt dat dan, hè? Dat werkt altijd. En dat was een vraag aan Johannes de Bad. Dus een boer uit de buurt van Borselen. Die zegt, kan de industrie rond Borselen niet carbon farming ondersteunen? Wat kunt u daaraan doen als gedeputeerde? Dat kan. He, dus op welk onderdeel zou je daarnaar moeten kijken? Maar die industrie heeft een opgave. Zeker aan deze kant van de Schelde gaat dat met name om Zeeland Refinery. We zijn ook met die fabriek bezig om te kijken of ze aan de warmtenetten mee kunnen doen. Maar ook aan de CO2-uitstoot zou je natuurlijk die zou je kunnen helpen. He. Zij moeten investeren. Dus volgens mij kunnen we die gesprekken prima voeren. En dan hebben we gelijk die verbinding tussen die tafels ook weer te pakken. Pakken we op. Johannes de Bad komt naar u toe deze zomer. Dat begrijp ik eruit. Ja. Ik ben er al.
Beste mensen, we sluiten hierbij af. Ik wil in ieder geval de panelleden ontzettend bedanken. Er is veel besproken, er is ook veel nog te bespreken. Gaat voor een andere dag aan een andere tafel. In ieder geval beginnen bij de borrel zo direct. Ik wil jullie bedanken en ik wil Joris Baken op het podium vragen. Joris, zou jij een kleine reflectie op de middag, denk ik, eens op zijn plaats. En af willen sluiten voor ons. Ja, dankjewel Edwin. Ik ga even heel onbeleefd voor jullie zo staan. Dat is ook prettiger voor de mensen thuis, denk ik. Ja, ik een kleine reflectie Edwin. Er is zoveel interessants gezegd en zo toch wel nuttig gediscussieerd. Dat het meer is als iets kleins, maar ik ga het heel snel proberen te doen. En het eerste panel eigenlijk, waarin toch ook wel heel tekenend en heel herkenbaar de collega's, de collega-ondernemers, gewoon vanuit hun boerenpraktijk aangaven wat dat het voor hun bracht. Hè, de Kees en André, die eigenlijk zeiden van ja, we moeten niet, maar we willen het. Belangrijk onderdeel ook, belangrijk uitgangspunt voor carbon farming. En de vergoeding is relatief klein, beperkt. De risico's die kunnen mogelijk toch best wel groot zijn. Dat is altijd belangrijk om te blijven onthouden. Hè. Die agrarische ondernemers die hiermee aan de gang gaan, die nemen wel degelijk een risico. Ondanks dat actief zijn met de bodem iets is dat zeg maar boeren eigen is elke dag dat ze bezig zijn, toch is een extra inspanning voor carbon farming is wel degelijk iets dat risico met zich meebrengt. Maar de kennisoverdracht werd ook aangegeven, de kennisvergaring, die is ook wat waard om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Verder complimenten voor de bedrijven die in eerste instantie het windpark en de keukenfabriek die hun nek hebben uitgestoken en daardoor eigenlijk hebben gezorgd dat die samenwerking bedrijfsleven en boeren hier eigenlijk is gaan rollen. Dus je hebt van dat soort bedrijven nodig die hun maatschappelijke verantwoording nemen en die zich dan ook zeg maar, wat risico willen permitteren. Dus dat is hartstikke mooi. En toen kwamen we zeg maar naar als je zegt van ja, de kansen en bedreigingen op bedrijfsniveau, kwamen we naar de noodzaak voor beleid en beleidsverandering. En daarbij, Hendrik, jij vatte het al samen, maar ik heb het nog iets verder samengevat. Motiverende regelgeving, mogelijk maken dat vergoedingen kunnen stapelen. Data in eigen hand en digitalisering van die data, zodat je dan vervolgens niet op zondag ook nog eens een hele dag bezig bent met je carbon farming administratie. Nou ja, goed, je noemde het leuk maken, maar als dit geen pretpakket is, dan weet ik het ook niet. Dus ik denk dat, ja goed, dat kan gewoon beleid gewoon overnemen, toch? Ja, dat is, ik bedoel, als we het zo duidelijk en concreet aanleveren, dat is makkelijk. En ik begon ermee helemaal aan het begin, Johannes, en het was mooi dat jij het nu ook nog zei, eigenlijk trots. Hè? De provincie is trots dat ze dit carbon farming project mede hebben mogelijk gemaakt. Wij zijn dat als ZLTO en partners zijn we dat ook. En daarbij, het was wel een mooie one-liner ook van Pieter van Geel, die zegt van ja, carbon farming heeft wel zijn tijd nodig. Probeer dit nou niet te vergelijken met het sluiten van een kolencentrale. Dan pak je misschien een bedrijf en dan kun je wat direct optellen. Maar carbon farming moet je, boeren, maatregelen voor de bodem, die moet je tijd geven om hun resultaat te kunnen opleveren. En geef ondernemers ook vertrouwen om die stappen te kunnen zetten. Nou, dat spreekt ons sowieso wel aan natuurlijk. Dat missen we nog wel eens zo af en toe als we naar beleid kijken. Hè, wat meer vertrouwen. Dat toch heel veel ondernemers er op een goede manier in zitten voor de bodem, de samenleving en het milieu. En daarnaast toch ook wel schrijnend om te horen dat alle maatregelen die boeren kunnen nemen die goed zijn, wel 10... dat er maar eentje meetelt. Nou, dat zou zo snel mogelijk moeten veranderen. Ik denk dat Edwin, landelijk portefeuillehouder, dat is dus jouw taak. Hè? Dat moet gaan veranderen. Dus je neemt een opdracht mee vanuit Colleen's plaat. En dat is niet het enige, want ja, Marcel Beukenboom die gaf ook aan dat het enerzijds positief is natuurlijk dat we dit project doen, omdat het een kans is om vanuit de landbouw een bijdrage te leveren aan die grote opdracht. En tegelijkertijd je eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Maar ook de waarschuwing, pas op, want het net sluit zich rondom de oude fossiele bedrijfsvoering.
Nou, dat is toch wel even eentje, daar moeten we misschien nog even op kouwen. En daarbij ook nog wel de constatering dat de wereld kijkt naar Nederland. En ja, we staan dus nu in Collinsplaat, hè, Zeeland, dus de wereld kijkt naar ons mensen. Dat voelt goed, maar dat is ook wel een verantwoordelijkheid. Nou, daar gaan we mee aan de slag, denk ik. En als we dan verder nog, bijvoorbeeld hè, de rechtszaak. De rechtszaak van Shell, ja, Hendrik die zei het al, ja, dit zou eigenlijk wel eens kansen kunnen bieden voor ons als landbouw, dat wij het probleem van Shell op gaan lossen. Nou ja, boeren hebben een oplossing, dus laat Shell het weten, denk ik. En, maar dan wel op een constructieve manier, zo zijn we dat gewend in Zeeland. Geen rechtszaken, Johannes die zei het al, daar houden we niet van. We gaan liever constructief met elkaar aan de slag. Blijf decentraal wat decentraal kan, behalve infrastructuur. Want dat geldt voor warmte, dat geldt voor CO2, maar dat geldt ook voor stroom natuurlijk. Want we hebben nu al regio's in Zeeland, hè. André, Schouwen, Duiveland, daar kunnen geen panelen meer bij. Dus dan moet de infrastructuur voor energie moet verbeteren. En zo gingen we eigenlijk van niet-kerende grondbewerking naar beleid, naar oplossing, Nederland, de wereld klimaatneutraal maken. En dan ook weer terug naar Collinsplaat, waar we vanmiddag afsluiten. Met denk ik een hele interessante middag. Heel veel leerzame dingen gepasseerd. We zijn nog niet klaar. Hè? We blijven leren. En dan kunnen we als landbouw die oplossing leveren voor klimaatuitdagingen en het verdienmodel van de boer. Ik dank u allen voor de aanwezigheid. Voor de mensen thuis ook bedankt. Wij gaan nog even in het land kijken en u kunt de filmpjes, waaronder de film, op... Wanneer was de film? 15 juni. 15 juni gaan we naar de film kijken. Om 8 uur 's avonds. Om 8 uur 's avonds. En dan kunt u nog meer zien van de maatregelen die boeren kunnen nemen. Hartelijk dank voor de aanwezigheid en tot de volgende keer.